super vroeg in de ochtend, maar ik werd wakker omdat ik niet verder kon slapen. Ik ben trouwens echt super benieuwd hoe het gaat met baby Dennis. Ben je nou ook echt super benieuwd hoe het is met baby Dennis? Doe dan zeker een duimpje omhoog op deze video. Want misschien kunnen we wel de 7000 likes halen. En oh ja, heel stiekem ga ik dit zeggen. Vergeet ook zeker niet om te abonneren natuurlijk als je nieuw bent met het belletje aan. Oké, ik ben echt super benieuwd hoe het gaat met baby Dennis. En of hij misschien al wakker is, want het is natuurlijk echt super vroeg in de ochtend. Ik hoop natuurlijk wel dat hij wakker is, want ik vind baby Dennis natuurlijk echt hartstikke lief. Oh, hij is zo schattig. Oh, ik hoop natuurlijk dat baby Dennis al wakker is, want baby Dennis is natuurlijk hartstikke schattig. En ik wil hem wel heel graag even spreken. Ja, baby Dennis, je bent wakker. Goedemorgen. Oh, heb je lekker geslapen? Hé, hey, baby Dennis. Wat? Hier blijf. Wat hadden we afgesproken? Niet over het slaaprekje springen. Oké, okay, want straks bezeer je jezelf of ruikel je. Oké, okay, we beloven dat niet meer te doen. Oké, okay, goed zo, goed zo. Oh, heb je lekker geslapen, baby Dennis? Niet. Hoezo niet? Je wou in mijn bed slapen? Hallo, dat is toch niet de bedoeling? Dit is mijn bed. Dat is voor de oudere mensen natuurlijk. Dat is jouw bedje, een babybedje natuurlijk. Oh, heb je toevallig nog honger, baby Dennis? Ja? Ik heb hier namelijk nog wel een vleesje voor je als je dat wil. Ik heb een vers gebakken gisteravond, dus hij is nog super vers. Ik hoop dat je hem lekker vindt, baby Dennis. Kom dan eens even mee naar buiten. Het is namelijk echt prachtig weer buiten. Kijk nou die zon. Wow, we zitten wel echt op een toplocatie. Kijk waar we gewoon allemaal zijn. We zijn echt op het puntje van de berg. Alhoewel, oh, wat is er, baby Dennis? Ben je bang voor de hoogte? Heb je hoogtevrees? Oh, het maakt niet uit, baby Dennis. Je bent bij mij en ik ben super sterk en groot en volwassen natuurlijk. Dus ik kan super goed voor je zorgen, baby Dennis. Je hoeft bij mij niet bang te zijn voor hoogtes natuurlijk. Dus geen zorgen, oké? Okay? Oh, wat zullen we vandaag eens gaan doen, baby Dennis? Het is natuurlijk een gloednieuwe dag. En dat betekent dat er heel veel op de planning kan staan. Wil jij toevallig nog iets doen? Nee? Hoezo niet? We moeten toch wel wat doen vandaag? Hallo, je gaat toch niet de hele dag heel zitten en niks doen? Baby Dennis, stoppen nu niet aan de bel zitten. Dat hadden we ook alweer afgesproken. Dat mocht je niet doen. Ik snap dat het moeilijk is en dat het een hele mooie bel is. Maar het maakt echt super veel geluid. En dat hoeft niet zo, vind ik niet zo fijn aan mijn oren eigenlijk. Wat jij wel misschien heel even mag doen, is even deze plantjes het onkruid weghalen. Ik denk dat je daar wel goed in bent. Of is dat grote mensenwerk? Ja, tuurlijk. Onze baby's die werken niet. Die moeten niet schoonmaken en zo. Dat is jouw taak. Je moet voor de baby's zorgen. Oké. Okay. Hey, nou, je kan het wel. Goed zo. Kijk, kijk en leer. 1, 2, 3, 4. Hup. En nu is alles weer schoon. Kom, ben je alweer moe? Alweer? We zijn net wakker. Hoezo? Oké, nou. Ga maar je bed in. Oh, of heb je gewoon geen zin om iets te doen? Dat kan ook. Nou, slaap lekker, baby Dennis. Ik ga dan heel even op bed liggen. Of misschien even naar buiten. Even kijken of ik misschien nog wat eten kan verzamelen. Oké, baby Dennis, dan ben ik zo bij je terug. Slaap lekker, doei doei. Oh, die baby Dennis. Het is toch echt wel vermoeiend. Ja, het zijn baby's. En die slapen echt om een uur. Die zijn dan wakker. Dan willen ze weer slapen. Die zijn weer wakker. Die gaan dus slapen. Oh, voordat ik soms nog een babytje was, dan kon ik ook zoveel slapen. Maar ik denk dat het misschien heel even handig is om een klein beetje wat blokjes te verzamelen. Want het is natuurlijk een enorm steile berg. En ja, ik moet wel een soort van trappetje naar beneden hebben. Omdat als dat niet zo gebeurt, dan val ik van de berg af. En ook voor baby Dennis. En dat moet wel veilig zijn natuurlijk. Zoals hier kan ik niet eens omhoog. We moeten echt even gewoon een paar blokjes neerzetten. Zodat we tenminste omhoog kunnen klimmen op de berg. Zo, ik denk dat dit wel goed is. Zo, dit hier kun je allemaal vanaf. Hier vanaf. Dit is wel een mooi pad. Oh, hier zit wel een beetje heel hoog. En dan kunnen we hier naar beneden. Oh, dit is wel perfect. Dit is wel, hier wordt het allemaal weer stijl. Hier zie ik alweer twee blokjes. En dat moeten we natuurlijk niet hebben. Dus hier zo. Hup, naar beneden. En dan, oh ja. Ik denk dat dit wel verder goed is. Hier nog een paar. Hup, zo. En dan die naar beneden. En dan kan je hier zo weer omhoog, denk ik. Ik denk dat dit wel goed is voor baby Dennis. Ik ben wel benieuwd of hij trouwens al wel slaapt. Baby Dennis is namelijk echt super ondeugend altijd. En die gaat altijd uit zijn bed en zo. Dus ik moet hem wel in de gaten blijven houden, heb ik het gevoel. Dus ik ben heel benieuwd of baby Dennis slaapt. Ik hoop het wel. Hij heeft wel slaap nodig natuurlijk, want het is een baby. Oh, ik hoop dat baby Dennis slaapt. Dat is het schattigste wat er is. Baby Dennis? Hallo? Baby Dennis? Oh nee, hij is toch niet weer weggelopen? Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Baby Dennis, waar ben je? Hallo? Oh nee, waar is hij? Zit hij hieronder? Nee, hij is niet onder het bankje. Normaal verstopt hij zich onder het bankje, maar ik zie hem nergens. Oh nee, baby Dennis. Oh nee, hij kan toch niet ver zijn? Ik was hier beneden. Hij kan niet buiten zijn. Ik was hier de hele tijd. Oh, die kleine baby. Oh, ben ik nou alweer baby Dennis kwijt? Waarom gebeurt dit toch altijd bij mij? Oh, kijkers, jullie moeten me echt helpen, oké? Okay? Één like is één stap dichter bij baby Dennis, denk ik. Ik weet het niet. Ik hoop het. Ik moet alles proberen om bij de baby Dennis te zijn. Help me alsjeblieft om baby Dennis te vinden. Help alsjeblieft. Oh, ik ga wel even binnen kijken. Ik weet het niet. Hij zat hier de vorige keer. Hallo, baby Dennis. Ben je hierin? Nee, ook niet. Op de lamp? Nee,
baby Dennis, waar zit je nou? Wat is het nou allemaal? Hier misschien in zijn kamertje. Is hij onder zijn bed gegaan of zoiets? Oh, ik snap het niet. Waar kan hij nou zijn? Huh? Wat hoor ik voor geluid? Hallo? Baby Dennis, ben je daar? Hallo? Wordt links van me. Huh? Nee. Wat is dit? Baby Dennis? Is die? Wat? Jongens, wat is dit? Baby, ben Dennis nou ontsnapt of ontvoerd? Nee, ik moet er zo snel mogelijk kijken. Wat er gebeurt hier ook? Oké, ik kan hier natuurlijk niet door. Ik ben veel te groot hiervoor. Oké, ik hak deze denk ik maar even weg. Oh, kom op. En deze misschien. Oh, dit gaat hier helemaal naar beneden. Oh, nee. Wat is hier? Ik moet naar beneden. Ik hoop dat baby Dennis hier ergens is. Oh, baby Dennis. Baby Dennis, wat doe je hier nou weer? Wat is dit? Huh? Baby Dennis. Wat ben je nou aan het doen? Ben je verstoppertje of zo? Huh? Baby Dennis? Ik hoor zijn voetstappen. Hallo, baby Dennis? Huh? Ik kan niet door de muur heen. Wat is dit? Nog een trap naar beneden. Waar gaat het helemaal heen? Oh, nee. Baby Dennis? Wat is... Baby Dennis? Ben je nou tv aan het kijken? Wat kijk je ook? Baby Dennis, wat is dit? We hadden afgesproken dat je geen tv mocht kijken. Waarom heb je... Hoe kom je hier überhaupt? En hoe kom je hier überhaupt aan? Oké, later. Maar ik heb geen idee wat hier allemaal gebeurt. Wat is dit allemaal? Baby Dennis, heb je antwoorden hierop? En blijf alsjeblieft weg van dat vuur. Dat is hartstikke gevaarlijk. Oh, baby Dennis. Ik snap echt niet wat er allemaal aan de hand is. Wist jij hiervan? Ja. Heb jij dit gemaakt? Misschien dat je dit allemaal kon. Je bent toch een baby? Kan niet. Het kan niet echt zijn. Hoe kan het echt zijn? Hoe kan baby Dennis dit allemaal hebben gebouwd? Ik snap er helemaal niks van. Ik voel me ook echt een beetje helemaal duizelig. Ik denk dat het echt tijd is om naar bed te gaan. Oké, baby Dennis. Kom, hup, naar boven. Oh, jongens, ik kan niet... Hoe komt baby Dennis hier in vredesnaam aan? Kijk wat hier allemaal is. Ik wist helemaal niet dat dit in ons huis was. We kwamen hier net wonen. Oh, ik weet het niet. Misschien zat het er al bij. Ik heb het huis net gekocht en ik kwam er net in omdat ik ging verhuizen. Samen met baby Dennis. Ik had nooit verwacht dat hij helemaal achter zat. En misschien baby Dennis wel. Ik weet het niet wat hij allemaal in zijn hoed deed. Oké, laat ik maar naar boven gaan en kijken of het goed gaat met baby Dennis. Baby Dennis, ik kom eraan hoor. En wat is dit ook? Ik kan niet door de muur heen. Wat is dit allemaal? Het is wel heel vet met al die kleurtjes. Kijk hoe mooi. Oh, baby Dennis, of vond je dat dit liever je slaapkamer is? Omdat het er wel heel mooi uit natuurlijk. Oh, daarom was je dus hierheen gegaan. Door al die mooie kleuren. Oké, dan snap ik het dat je hier wil zijn. Maar wil je nooit meer een geheime bunker voor mij houden, baby Dennis? Het moet niet geheim zijn. Ik moet op jou oppassen, baby Dennis. Je bent mijn kindje. Hoe kan ik? Ik kan je toch niet kwijtraken? Kom, we gaan weer naar boven, baby Dennis. Kom maar mee. Oh, baby Dennis, kun je alsjeblieft hier zo in dit bedje blijven? Dan kan ik tenminste een oogje in het cel houden. Oké. Probeer maar gewoon nog wat slaap te pakken. Ik denk inderdaad dat het tijd is om heerlijk naar bedje te gaan. Ik ben ook echt alweer super moe. En ja, ik weet het niet. Baby Dennis, alsjeblieft, heb maar meer verrassingen. Want ik moet wel op je blijven passen, oké? Niet zomaar meer weglopen. Heb je dat goed begrepen, baby Dennis? Oké. Want ik denk dat de kijkers het ook niet leuk gaan vinden als jij weggaat. Dan moeten zij hun ook zich zorgen maken. En ik ook. Willen we natuurlijk niet, hè? Ga maar lekker slapen, baby Dennis. En dan zie ik jou morgen weer. Want ik ga denk ik ook even lekker slapen. Doei doei. Oh, wat een dag weer. En wat heb ik allemaal wel niet meegemaakt met baby Dennis? Ik had nooit verwacht dat hij hier op hem vanaf is. En waarom hij me dit nooit heeft verteld? Nou, eigenlijk wel, want het is een baby en die kan helemaal niet praten. Maar goed, ik hoop niet dat dit vaker gebeurt, want dit vond ik wel een beetje heel spannend. Als baby Dennis gewoon kwijtgeraakt. Oh, jongens, ik hoop dat het niet vaker gebeurt. Ik ben trouwens wel even heel benieuwd of baby Dennis toevallig al wakker is. Laten we even kijken. Oh, baby Dennis? Hij is baby Dennis. Dennis nou weer heen. Oh, hij is toch weer niet daar hier achter dit schilderij gegaan. Baby Dennis, hallo. Oké, ik moet weer even dit schilderij weghalen en het blokje weghakken. Anders dan kan ik er natuurlijk niet door. Oh, baby Dennis, wat ben je nou weer allemaal aan het doen? Ik weet dat ik hier door de muur kan en hier naar beneden. Oh, ik zie hem al zitten. Wat doe jij nou weer? Baby Dennis. Hoi, Chloe, waar heb jij het over? Wie is Chloe? Wat doe jij hier? Hoezo, wat doe ik hier? Dit is toch mijn huis, niet jouw huis, baby Dennis. Wat ben je vredesnaam hier aan het doen? Oh, nee. Nou, kom je dan alsjeblieft mee naar boven? Het is vandaag een drukke dag. Ik kon je al niet vinden. Jawel, kom. Hup, mee naar boven, baby Dennis. Kom maar mee. Baby Dennis, wat doe je nou? Wat is er? Kom mee naar boven. Oh, je mag later hier wel weer een keer heen. Maar we moeten nu echt gaan. We moeten namelijk nog wel genoeg eten voor jou hebben, natuurlijk. Dus kom maar hier even mee naar boven. Dan gaan we even wat eten halen. Want ik denk dat baby Dennis wel honger heeft, of niet? Nee, hoezo niet? Hoezo geen honger? Oké, nou... Wat wil je dan doen? Even op pad toevallen. Ik wil naar buiten. Ja, dat kunnen we ook doen. En natuurlijk, we kunnen heel wandelen als je dat goed vindt. Ja, wil je wandelen? Oké, kom maar mee. Oh, het is natuurlijk echt weer een prachtige dag hier. En, Baby Dennis. Wil je wel bij mij? Waar ga je heen? Nee. Baby Dennis, alsjeblieft. Nee.
Baby Dennis. Waarom? Ik was hier toch nooit in. Oh, wacht. Oh, maar ik kan hierheen kruipen. Hé, wat is dit allemaal? Dat lijkt wel op een dolf. Baby Dennis, hoe kom je hierbij? Wist je hiervan? Waarom volg je mij? Waarom loop je weg van mij? Hallo, ik moet hier op jou passen. Oh, volgens mij loopt het hier dood, Baby Dennis. Hoezo? Ga weg. Baby Dennis, waarom moet ik weggaan? Baby Dennis, waar ga je heen? Wat allemaal? Wat is dit? Een hele kleurenkamer. Vet. En allemaal blokjes. Oh, dit vind ik heel mooi. Oh nee, Baby Dennis gaat er alweer vandoor. Baby Dennis, blijf nou hier. Oh nee, Baby Dennis. Waar ga je allemaal heen? Oh, wacht op mij. Baby Dennis. Ik ga naar Chloe. Maar wie is Chloe, Baby Dennis? Ik weet toch niet Baby Chloe is? Oh, je gaat ook weer overal heen. Oh, wat is dit nou weer? Baby Dennis, ik kom er niet doorheen, Baby Dennis. Hoe moet ik hier doorheen? Oh nee, dit ga ik nooit... ik moet een uitgang vinden. Waar moet ik heen? Oké, moet ik hier toevallig heen misschien? Oh, ergens. Nee, daar was ik net geweest. Wat is dit? Hier ben ik nog niet geweest. Oké, hier kan ik aan, gelukkig. Oh nee, ik moet door een kop hebben. Oké, maar hier is een uitgang. Wat moet ik doen? Oh nee, ik moet hier parcouren. Oké, kom op. 1, 2. Oké, kom op. Oké, dat ging niet heel goed. Oh kijk, Baby Dennis heeft hem gewoon gehaald. Oh, ik moet hem ook halen. Kom op. Oh, kom op. Ja, ik heb hem. Oh nee, wat is dit? Knielen. Kevin. Oh nee, dat vind ik helemaal niet. Oh, Baby Dennis, hier ben je. Eng, Baby Dennis. Vind je het niet eng? Baby Dennis, ik moet op jou passen. Hoe zou ik niet jou volgen? Straks val je in één keer en dan heb je niemand die je kan helpen. Ik wil naar Chloe. Ja, ik wil wel met je mee naar Chloe. Ik weet niet Chloe is. Zo niet, Baby Dennis. Ik kan toch je helpen. Oké, nou, ga maar. Blijf wel hier wachten op jou natuurlijk. Doei, Baby Dennis. Succes bij Chloe. Oké, wat Baby Dennis dus niet weet is dat ik hem stiekem ga achtervolgen. Ik ga toch niet Baby Dennis alleen laten. Eerlijk niet. En wie is Chloe? Oh, doe zeker een duimpje omhoog als jij ook wil weten wie Chloe is. Ja, kan dat nou zijn? En vergeet natuurlijk niet op te abonneren als je nieuw bent. Oké, ik weet niet waar Baby Dennis is. Waar is hij heen? Huh? Ik zie daar ook iets aan een huisje. Oh, dat is Baby Dennis. Oh nee, ik moet hem weer verstoppen. Oké. Baby Dennis nu wel weg is? Wat is dit? Oh, parcours. Oh nee, moet ik dit helemaal gaan afleggen? Oh nee, ik ben niet heel goed in parcours. En ik zie nu dat huisje. Oké, dit vind ik heel gek. Kom op. Oh nee, oh, dit gaat alweer helemaal mis. Oké, kom op. Andy, en Jim. Oké, die heb ik. Nog één. Oké, dit gaat al goed. Het is wel echt vreselijk hoog. Oh nee, het is hier wel heel hoog. Ik moet niet vallen. Kom op. Volgende. Oké, die heb ik. En die. Oh nee. Oké, ik heb hem. Volgende. Oké. Ze wordt hem nu wel heel dun. Oké, ik heb hem. En ik heb hem. Baby Dennis. Ben je helemaal gek geworden? Je gaat hier toch niet springen? Nee. Je gaat hier niet springen, Baby Dennis. Waarom volg je mij nog? Ik wou zorgen dat je veilig was eigenlijk. Baby Dennis, wat doe je? Nee! Oh, die Baby Dennis helemaal gek geworden. Waar gaat hij heen? Wie is Chloe? Ik heb zoveel vragen. Oké, ik moet dan denk ik ook springen. Ik durf helemaal niet. Ik heb hoogtevrees. Nee, oké, kom op. Springen! Oh, nee. Oké, ik heb hem gehaald. Weer. Waar is Baby Dennis? Ja, hij is hier gewoon al weg. Oké, kom op. Oké, ik heb hem. Oh, en volgende. Kom op. Oké. Die heb ik. Kom op. Wow. Volgende. Oh, nee. Ik ging naar dood. Kom op. Oké, kom op. Oh, nee. Ik heb hem niet gehaald. Oh, hier is gelukkig een route voor als je hem niet hebt gehaald. Oké. Ho. Oké. Nog één. Omhoog. Oké. Ik kom er niet door. Kom maar. Deurblok. Okay. 1, 2. Oh, nee. Oké, ik heb hem weer gehaald. Oké, volgende. Hup. En de volgende. Kom op. En hier springt 1, 2. Nee. Oké, hier zijn we weer. Kom op. Oh, nee. Ik heb hem gehaald. Oké. Ik heb hem gehaald. Hier gaat een trap omhoog. Ben bijna bij het huisje. Oh, ik weet niet waar. Dennis, wat is je aan het doen hier? Nee, wat is hier voor een huisje? Oh, ik moet heel zachtje zijn. Oh, nee. Huh? Gaat hij heen? Oh, nee. Gaat die Baby Dennis heen? Wacht. Baby Dennis. Hallo, wat doe je hier? Wie is dit? Baby Dennis. Baby Dennis, wat is hier aan de hand? Baby Dennis, wie is dit? Bedje van Chloe. Chloe. Dit is Chloe. En waar is dat jou? Dinnetje? Ik wist niet dat jij dinnetje had, Baby Dennis. Ik Chloe. Ik ben Lotte. Ik wist niet dat dit... Ik wist niet dat wie Chloe was. En Baby Dennis zei dat hij naar Chloe ging. En ik had geen idee wie Chloe was. Dus ik moest wel goed oppassen wat Baby Dennis allemaal ging doen. Maar ik speelde nog. Hij moest een heel parcours afleggen. Baby Dennis. Mag Chloe bij ons wonen? Oh ja, tuurlijk mag dat. Iedereen. Nou, niet iedereen, want dan wordt het heel druk. Maar natuurlijk, Chloe. Ja, ik wil ook op mijn bed springen. Ja. Oké, dan
moet je wel even met ons meekomen, Chloe. Want ik weet niet of je het al weet waar ons huis is natuurlijk. Hallo, vrijbaar. Dit is wel echt heel leuk. Ik ben echt blij dat je een vriendinnetje hebt gevonden. Oh, wat lief, wat lief, wat lief. Jullie zijn ook hartstikke verliefd op elkaar, zie ik. Oh, wel geheim. Oké, dat is goed. Ja, dat snap ik. Het is natuurlijk een vriendinnetje. En dan doen ze altijd even stiekem toch. Kijk ze daar nou staan. Oh, gaat er. Oké. Nou, daar gaan we. Dan moet je dan hem denk ik straks gaan vertellen een andere dag. Want dit kan niet geheim blijven natuurlijk. Maar Dennis boos. Waarom zou die boos zijn? Waarom zou die boos zijn? Tuurlijk niet. Dat denk ik niet. Ik denk dat die Chloe ook hartstikke aardig gaat vinden. Ja! Oké, laat jij je... Sorry. Goeie jongens. Succes en... Laat Chloe maar zien waar ze kan slapen. Doei doei. Wat is het toch lief. Baby Dennis heeft gewoon een vriendinnetje gevonden. En ik ben heel benieuwd wat Dennis daarvan gaat vinden. Ik denk dat hij het wel goed vindt. Ik zou zeker vragen in de comments aan Dennis of hij dat inderdaad goed vindt. Een hele goede middag. Daar ben ik weer in mijn Minecraft wereld. En vandaag is echt een superleuk en een speciale dag. Namelijk komt papa Dennis langs. En die gaat eindelijk baby Dennis ontmoeten. Oh, ik heb hier zoveel zin in. Maar eerst moet er wel even wat vervangen worden. Namelijk, als je hier zo ziet, is er maar één ingang. En aangezien baby Dennis natuurlijk waarschijnlijk zijn ondergrondse bunker wil laten zien, moet hij wel even een grotere doorgang. Want anders komen we er niet doorheen. Dus ik denk dat ik dat meteen even ga regelen. En ik denk dat ik er een deur van ga maken. Maar daarvoor heb ik wel even hout nodig. En ik zie daaronder wat bomen staan. En die kan ik denk ik wel heel goed gebruiken om even van de hout te hakken. Oké, ik ben er alweer. Oh, wat zijn er ook voor mooie bloemetjes allemaal gegroeid. Ik word zo blij van al die bloemetjes. Ik vind het zo mooi. En oh ja, als jij ook super veel zin in hebt dat papa Dennis gewoon baby Dennis gaat ontmoeten, doe dan zeker die duimpjes omhoog. Want misschien kunnen we wel de 7 of misschien wel de 8000 likes halen. En oh ja, vergeet natuurlijk zeker niet om te abonneren als je nieuw bent. Het is namelijk volledig gratis. Oké, dus laten we weer omhoog gaan. Ik denk dat we... Nee, ik moet nog één blokje hout hebben. Want dan kan ik nooit een deur maken met 5 blokjes. Dat gaat hem niet worden. Oké, ik heb genoeg hout verzameld. Dus laat ik weer omhoog gaan. Oh, deze berg is ook super hoog. Oké, daar ben ik weer. Laat ik meteen even een deur maken. Oh, we hebben nog helemaal geen crafting table. Laat ik die dan even heel snel maken dan. Oké, ik heb een crafting table gemaakt. En ik denk dat ik hem even boven mijn bed neerzet. Ik weet namelijk niet waar die moet staan anders. Ja, wacht. Ik heb wel een beter plekje. Laat ik dit plankje even weghalen hier en daar de crafting table neerzetten. Want dat ziet er net iets mooier uit dan in één keer een crafting table boven mijn bed. Zo, die staat er. Dan gaan we natuurlijk een deur maken. En dat doe je natuurlijk zo. Oh, ik heb gelijk 3 deuren. Zo, dan gaan we even naar baby Dennis' kamer. En dan halen we even een blokje hout weg natuurlijk. En dan moeten we even zien hoe je erheen. Oh nee, nog niet. Laat ik dan nog 1 hoger doen, denk ik. Oh, er staat hier zelfs een opening. Dat is niet zo handig. En dan doen we denk ik gewoon even een deur hier. Laat ik hier ook maar een deur doen. Dat is, ziet er al wat beter uit. Ik heb denk ik net even een beter idee. Ik denk dat ik hem er misschien naast ga maken. Want ja, het past anders niet met het bedje van baby Dennis. Laat ik deze 2 blokjes dan weghakken. Die doe ik dan hier zo. Hup, hup. Die is dicht. En dan doen we hier even een deur. Oh ja, dit is al veel beter. Dan kunnen we dit ook weer even wegbouwen. En dan doen we natuurlijk even de painting terughangen. Wow, oké, die is al heel groot. Zo, deze vind ik wel mooi. Die ziet er wel leuk uit. Oké, laat ik eens even kijken hoe het met baby Dennis gaat. Oh, baby Dennis is hier ook niet. Waarschijnlijk is hij dan helemaal beneden. Oh, baby Dennis. Baby Dennis, wat doe je nou weer daar helemaal? Jeetje, kom daar eens vanaf. Hartstikke hoog. Dat is toch veel te gevaarlijk. Kom maar, ik vang je op. 1, 2. Oh, oepsie. Oké. Kom hier ook in vredesnaam. Ik snap het niet. Je klimt ook overal op. Ik moet denk ik echt beter bij jou gaan passen. Oh, baby Dennis, heb je lekker geslapen vannacht? Oh, gelukkig. Heb je ook nog een leuk boekje gelezen uit de boekenkast? Oh, nee, doe zo niet. Lezen is toch hartstikke goed voor je. Baby Dennis, niet dat... Wow. Wat heb je daar in je hand? Inleveren. Dat is hartstikke gevaarlijk. Baby Dennis, als ik zeg dat het gevaarlijk is, dan is dat hartstikke gevaarlijk, oké? Dus kun je het alsjeblieft inleveren? Dankjewel, baby Dennis. Dat vind ik super aardig. Straks bezeer je nog en dat wil ik niet. Oké, baby Dennis, laten we weer omhoog gaan. Want ik heb wel wat heel leuks op de planning staan vandaag. Volg mij maar. Er komt namelijk iemand op bezoek, baby Dennis. En je raadt nooit wie er op bezoek komt. Ja, eigenlijk wel, denk ik. En nee, het is niet Chloe vandaag. Chloe kon vandaag niet langskomen. Sorry, baby Dennis. Spijt me, maar... het is iemand denk ik nog veel leuker. Oh, je weet wie het is. Daar kom je wel zelf al achter. Oké, wat zullen we nog verder doen vandaag? Namelijk...
eindelijk voor de gastbaby Dennis die vandaag langskomt. Moeten we wel nog even een baby Dennis, wat is er? Ja, er staat nog een bootje. Dat klopt, dat klopt. Maar baby Dennis, er komt een gast vandaag. En die komt waarschijnlijk ook nog eens bij ons wonen. En ook slapen. Dus we moeten natuurlijk een bedje regelen voor diegene. En aangezien wij nog geen bedje hebben, moet het wel gebeuren. En daarvoor hebben we natuurlijk wol nodig. En voor wol hebben we schapen nodig. En ik zie er nou een staan. Kom baby Dennis, laten we erheen gaan. Wel voorzichtig aan doen. Straks val je nog. Goed zo, doe maar. Oh, baby Dennis. Baby Dennis, baby Dennis. Wachten, dat is weer veel te wild. Jongen, jongen, jongen. Goed zo. 1, 2. Oeh, hier god en zo. Oh, misschien dat we zelfs nog wat iron kunnen vinden. Dat zou wel fijn zijn eigenlijk. Want dan kan ik natuurlijk... ja, een schaar maken. Daarmee kan ik zijn wol eraf knippen. Oké, laten we naar het schaapje gaan. Ik weet niet waar ik iron kan vinden. Oh, hier hebben allemaal grotten natuurlijk. Misschien zijn er nog wel wat meer schapen in de buurt. Dat zou wel heel fijn zijn. Hoi, schaapje. Oh, ik heb al 1 wol, oké? Baby Dennis, blijf wel bij hem alsjeblieft. Oh, straks wordt het helemaal gevaarlijk. Oh, waar is baby Dennis nou weer? Ik raak hem toch altijd kwijt en niet in dat hoge gras. En baby Dennis, wat doe je nou weer op het paard? Kom maar eens gauw af. Hallo, je bent een baby. Dit is een paard. Dat is toch veel te groot. Kom eens mee. Jeetje mina, ik schrik me helemaal naar. Ja, dan niet op een paard. Hey, ik zie weer een schaapje. Kom maar hier. Dat is 2 wol. Kom op, kom op, kom op, kom op. Nog één. Ja, en ik heb 3 wol. Oh, dat ging echt al super snel. En ik zie allemaal kippies en koeien hier. Oh, die kan ik wel even meenemen, hoor. Wat vleesjes gebruiken. Oké, baby Dennis. We hebben nu 3 wol. En ik denk dat dat wel genoeg is om dat bedje natuurlijk te maken. Dus laten we meteen naar huis gaan, oké? Want we moeten natuurlijk wel op tijd zijn voordat de gast er is. Kom mee, kom mee. Oké, baby Dennis. Daar zijn we eindelijk weer. We hebben trouwens niet echt een hele goede locatie van ons huis. Oh, ik zou echt willen verhuizen. Want we moeten elke keer zo'n enorm groot baby Dennis. Kom eens omhoog. Ja, zie je dat dit al? We hebben zo'n grote berg dat je kan ieder moment naar beneden vallen. Oké, laat ik het bedje gaan maken. Voor de gast natuurlijk. Oh, ik heb 1 hout te weinig. Oh nee. Ja, die moet ik even uit de omgeving halen, denk ik. Zo, ik heb even een boompie gehad. En dat betekent dat ik nu het bedje kan maken. Zo, natuurlijk in de crafting table. En wat ook planks maken. En dan maken we er een bedje van. Tada! Een wit bedje. Waar gaan we die neerzetten, baby Dennis? Bij jou op de kamer? Of wil je dat niet buiten? Nee. We gaan naar baby Dennis. Dat is echt... dat is echt niet aardig. Het moet binnen. Hallo, straks regent het nog. Oké, het kan anders wel naast mijn bedje, denk ik. Zo. En dan het bedje staat... oh, er staat nog wel een bloempot alleen. Baby Dennis, ga eens uit die bloempot. Hallo, jongen. Oké, het bedje staat gewoon. Ik denk dat het alleen nog wacht is op de gang. Baby Dennis, ik heb er zoveel zin in. Oh, wat een tocht omhoog was dat toch allemaal. Ik moest helemaal deze bergen beklimmen om Lotte te zien. Lotte had me de coördinaten doorgestuurd. Want ik kom natuurlijk helemaal uit de stad omdat ik was wezen verhuizen. En ik heb daar een heel mooi huisje gekocht. Maar ik ben zo benieuwd om baby Dennis te ontmoeten. Natuurlijk mijn eigen zoon. Want ik was zo druk met het verhuizen dat Lotte al die tijd op baby Dennis heeft gepast. En ik hoop een beetje dat hij zich heeft kunnen gedragen in al die tijd dat hij alleen maar met moeder Lotte was. Maar ja, ik zie het huisje hier en het ziet er een beetje raar uit allemaal. Ik vind wel dat Lotte het goed heeft gedaan, maar ik vind zeker dat ze met mij mee moeten gaan naar de stad. Want daar is het echt heel, maar dan ook echt veel beter. Want ik kreeg ze nu en dan allemaal berichtjes van Lotte van ja, het is heel erg moeilijk om aan eten te komen. Het is een super gevaarlijke plek voor baby Dennis waar die nu zit. En ik denk van ja, in de stad is het allemaal een stukje veiliger. Je hebt daar een bakker en dat soort dingetjes. Dus ik denk dat het heel erg handig is om ze mee te gaan nemen naar de stad. Maar eerst maar eens baby Dennis ontmoeten. Laten we maar aanbellen. Hallo? Hallo? Baby Dennis, kom. Ik denk dat de gast er is. Oh. Ja! Hallo, hoi. Lotte. Hallo. Hoi, papa Dennis. Lotte, ik heb wat meegenomen voor je. Kijk eens aan, alsjeblieft. 2 mooie bloemetjes. Dankjewel. Helemaal vanuit de stad. Oh, dit is dat vind ik super lief. Baby Dennis, hallo. Kijk, baby Dennis. Baby Dennis. Baby Dennis, wat is er? Waarom verschuilt hij zich zo achter je? Hallo, baby Dennis. Zeg eens even hallo. Ik ben het, Dennis. Oh, hij heeft een bloemetje. Roze. Ja. Je weet toch dat ik ook van geel hou? We houden toch allebei van de kleur geel? Baby Dennis, kom eens eventjes hier. Lotte, van wie is dit bedje? Het is voor jou. Maar je weet toch dat ik van een geel... nou ja, oké, maakt die uit. Ja, ik had geen geelstof. Dus Baby Dennis, wil je wat lekkers te eten? Ik heb wat eten meegenomen voor je. Baby Dennis, rustig maar. Het is papa Dennis maar. Dat is je vader. Lotte, waar gaat hij heen? Nou, ik denk dat hij misschien zijn ondergrondse
bunker wil laten zien. Wacht eens even. Lotte, ondergrondse bunker. We hadden afgesproken dat jij op hem zou passen voor die tijd dat ik aan het verhuizen was naar de stad. Hoe kon hij een ondergrondse bunker hebben, Lotte? Het is een baby. Ik weet het. Sorry, ja, kom maar kijken. Maar zit het hier achter een schilderij of iets? Ja, volg mij. Baby Dennis ging via die schilderijen naar beneden. En dat heeft hij allemaal zelf gemaakt. Ja, ik denk het inderdaad. En toen kwam ik... Hey, is dit... Waar is hij dan? Hallo? Nou, ik dacht op de zoek. Ik denk, waar is hij nou? En kijk dit. Wow. Kan je door deze muur heen? Je kan gewoon door de muur heen. Je wil zeggen dat baby Dennis dit heeft gemaakt? Ja, dat denk ik. Lotte, dat gelooft toch helemaal niemand? Ja, of het was er al en wist ik het zelf niet. Dat kan ook. Ik wil je nog even spreken, hoor. Wat is er? Je had het over Chloe. Wie is Chloe? Oh, ja. Chloe. Die woont hier dus in de buurt. En dat was blijkbaar gewoon zijn vriendinnetje. Baby Dennis heeft een vriendinnetje. Ja, vriendinnetje. Lotte. Hij is verliefd op haar. Op Chloe. Op Chloe. En Chloe is ook een baby. Ja. Lotte, dit is... Ik was 1 weekje weg, Lotte. 1 weekje. Oh ja, ik weet het. Ik kon er ook niks aan doen. Nee, jij doet allemaal stiekem mijn dingen en zo. Maar, ik weet toch ook Lotte, niet. Ja? Je weet toch dat je hier tijdelijk woont? Dat we weer terug gaan naar de stad? Omdat we zouden toch verhuizen? En ik ben al verhuisd. Baby Chloe, die was verdwaald. Dus die woont helemaal alleen. Laten we even naar beneden gaan. Maar, wow, wat is dit? Waarom ligt hier allemaal deur? Oh, hij denkt dat jij moet zoeken. Oh, ik zie je wel. Eerst zit hij achter, baby Dennis. Baby Dennis, luister eventjes. Maar, wacht. Weet je wat? Hier, pak maar even het bloemetje. En hier heb je wat lekkers te eten. Ga maar heel even naar boven, oké? Naar je bedje. We komen er zo aan. Nee, baby Dennis. Oké, maar als we naar de stad gaan, dan... Hoe zit het dan met Chloe, zijn vriendinnetje? Want die kunnen we... Wacht, je zei dat ze alleen woont. Ja, ze was alleen en verdwaald. Dus ze woont helemaal alleen. Misschien is het handig als we de volgende keer Chloe gaan ontmoeten. En dat we dan vragen of ze mee wil naar de stad. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het beste is. We kunnen haar toch nooit achterlaten alleen. Nou, laten we eerlijk zijn, Lotte. Je kan hier niet blijven wonen met baby Dennis. Het is heel erg ver weg van iedereen. En in de stad is het super leuk. Er zijn ook andere kinderen waar baby Dennis mee kan spelen. Ja, inderdaad. En je hebt daar een speeltuin en dat soort dingen. Het is echt heel erg mooi wat ik heb gekocht, hoor. Oh, ik ben zo benieuwd. Ik heb er heel veel zin in. Ik ben ook heel erg benieuwd wat de kijkers gaan vinden. Of we moeten verhuizen, ja of nee. Want geloof me, in de stad waar ik vandaan kom, waar ik natuurlijk naartoe ben verhuisd, is het super mooi. Laat het weten in de reacties. En tot dan denk ik dat het handig is dat we Chloe ook maar even gaan vragen of ze meegaat. Want ik bedoel, ja, oké. Het is een beetje raar dat baby Dennis nu al een vriendinnetje heeft, maar die mag zeker wel mee van mij. Oh, dat is wel echt super fijn. Ik denk dat hij daar ook echt super blij om is. Nog 1 dingetje. Ja? Ik heb echt zo lang moeten reizen. Vind je het erg als ik even op bed ga liggen? Oh nee, tuurlijk niet. Hè? Dat is helemaal goed, snap ik. Ik denk dat het voor mij ook wel tijd is om te slapen. Oké, weet je wat? Jij slaapt maar eerst. Dan let ik wel even op baby Dennis, oké? Oké, is goed. Oh, rust maar lekker uit. Oh, hij ligt weer niet in zijn bedje, hoor. Hij is zo brutaal. Maar oké, dat komt nog wel. Ik bedoel, hij wil waarschijnlijk gewoon gaan spelen. Eens even kijken. Baby Dennis, kom eens hier. Het is middag. Het is even tijd om lekker te gaan slapen. Kom maar hier, baby Dennis. Oh, wat doet dat kippetje nou weer? Kom maar mee. Baby Dennis, deze kant op. Kom op. Hallo, je moet wel luisteren. Oh, mama ligt lekker te slapen. Laat haar nou. Ga jij ook maar lekker rusten, oké? Ik blijf wel bij je. Er gebeurt niks. Het is maar een kip. Slaap lekker, baby Dennis. Een hele goede morgen weer in mijn Minecraft-wereld. Vandaag gaat denk ik een super drukke dag worden, want we gaan namelijk binnenkort verhuizen. Maar voordat we gaan verhuizen, moet er eerst wat geregeld worden. Namelijk hebben we echt nog super veel spullen in het huis staan, zoals je ziet. En die moeten natuurlijk wel allemaal mee. En like natuurlijk zeker de video als jij super benieuwd bent waar wij heen gaan verhuizen, samen met baby Dennis en Chloe. En vergeet natuurlijk zeker niet om te abonneren als je nieuw bent, met natuurlijk het belletje aan. Laat weten in de comments of jij bent geabonneerd en de video hebt geliked. Oké, ik denk dat het maar eens tijd is om te kijken of baby Dennis toevallig al wakker is. En ik zie dat hij hier niet is. Oké, ik denk misschien dat hij naar zijn andere slaapkamer is. Namelijk een soort van bunker hier beneden. Oh, baby Dennis, ik had je meteen al gevonden. Ja, het is natuurlijk ook niet heel moeilijk om hier te verstoppen met al deze kleurtjes. Ja, het is een hele grote ruimte. Maar baby Dennis, we hebben echt enorme haast. We moeten namelijk verhuizen binnenkort. Want papa Dennis, die komt er zo aan. Hoi mama, hoi baby Dennis. Heb je lekker geslapen vannacht? Ja, ik heb lekker geslapen. Oh, dat is super fijn om te horen. Heb je ook al echt super veel zin in de verhuizing? Ik wel. Nee, hoezo niet? Nou, hoezo niet, baby Dennis? Hoezo heb je er geen zin in? Of vind je het zo'n mooie kamer en een mooie omgeving om het achter te
te laten. Oh, je bedje. Maar die kunnen we toch gewoon meenemen. Die kun je allemaal inpakken. En die gaan we gewoon meenemen naar het volgende huis, baby Dennis. Maak je geen zorgen. Alles wat je mee wilt, dat kunnen we gewoon meenemen. Ja, tuurlijk. Dat komt helemaal goed. Wat je maar wilt, nemen we mee. Maar we moeten wel echt heel snel opschieten. En misschien kunnen we ook wel aan baby Chloe vandaag. Want die moet natuurlijk ook haar spullen meenemen. Oh, je wilt naar Chloe? Wil je eerst naar Chloe en Dana misschien de boel opruimen? Oké, helemaal goed. Nou, kom, dan gaan we. Oké, ik ben ook echt super benieuwd of... Oh, baby Dennis, ga eens met je voeten van het bed af. Je mag niet met je schoenen aan op het bed. Kom hier vanaf. Kom, jongen, we gaan naar Chloe. Eten, heb je honger? Ja, ik heb ook eigenlijk best wel honger. Ik denk dat we onderweg misschien nog wel wat appeltjes moeten plukken. Ik denk dat dat misschien wel handig is. Ja, want ik zie geen diertjes hier in de buurt. Dus ja, ga maar naar beneden, baby Dennis. Oh, dit is ook zo'n steile berg. Dat is eigenlijk een beetje gevaarlijk. Maar ik let super goed op baby Dennis of hij wel rustig aan doet natuurlijk. Baby Dennis, doe je wel even rustig aan. Straks val je nog. Je moet hier niet perceren. Oh, baby Dennis. Oh, baby Dennis. Oh, je maakt veel te grote sprongen. Voorzichtig aan doen. Oké, hier, kom maar. Zo, hier zijn we al. Oké, baby Dennis, je bent beneden. Ik denk dat we even wel wat appeltjes moeten plukken. Maar gaan we dat het snelst doen? Want dat duurt echt super lang. Oh, je komt er ook zeker niet bij. Oh, nee. Ja, dan moet ik even een soort van trappetje voor je maken. Hier zo. Alsjeblieft, dan kun je erop staan. Dan kun je er misschien bij. Oh, kom op, appeltjes. Van uit de boom. We hebben honger. Baby Dennis, ik denk dat dit echt super lang duurt. Ik appeltje, papa favoriet. Ja, dat is inderdaad zeker wel papa zijn favoriet. Maar, oh, het is zo moeilijk om appeltjes te plukken. Je vader heeft wel echt gewoon een specifieke smaak. Ik snap dat appeltjes super lekker zijn. En ze zijn natuurlijk hartstikke gezond. Het is ook wel stiekem een beetje mijn favoriet. Maar, oh, ze zijn wel echt super moeilijk om te plukken. Het beste wat je eigenlijk kan doen is gewoon een boom omver hakken, denk ik. Ik denk dat dat nog wel... Oh, wat is er, baby Dennis? Eiken, wat is er? Huh? Broodjes! Wat is dit nou? Oké, ik denk dat geen papa ze onderweg heeft laten vallen of zoiets. Dat denk ik wel. Ja, dat denk ik ook. Oké, nou, hier, neem maar de helft mee, alsjeblieft. Oh, ik heb echt trek. Eet smakelijk, baby Dennis. En dan is het denk ik nu al tijd om naar baby Chloe te gaan. Volg je mij? Papa. Broodjes zijn toch ook gewoon hartstikke lekker? Oh, au, dat deed pijn. Oh, ik zou... Oh, baby Dennis, gaat het goed? Oh nee, ik had niet verwacht dat jij... Dit is natuurlijk een hartstikke grote sprong. Sorry. Sorry, baby Dennis. Oh, kom maar mee. Oh nee, ik ben niet zo'n goede moeder, denk ik. Oh, ik zie het huis van Chloe alweer, gelukkig. Hey, ik zie... Oh, baby Dennis, wat is er? Wil je vriendjes maken in de stad? Oh, dat komt zeker goed. Ik hoorde dat echt super aardige buurjongetjes waren en buurmeisjes. Oh, ik denk dat dat zeker goed komt, hoor. Ik denk dat je samen met Chloe wel hartstikke goede vrienden met iedereen kan worden. Ja, dat denk ik ook. Kom, we gaan naar Chloe toe. Chloe woont ook al op zo'n grote berg, baby Dennis. Hoe gaan we hier in vredesnaam omhoog komen? Oh, baby Dennis, je moet niet alleen vooruit lopen. Ik vind dat een beetje gevaarlijk worden. Misschien moeten we aan de andere kant van de berg komen, denk ik. Oh, ik denk dat we misschien hier... een soort van trappetje omhoog kan vinden. Baby Dennis? Baby Dennis? Waar ben je nou? Baby Dennis? Hallo? Oh nee. Ik ben baby Dennis kwijt. Hier. Ja, maar waar is hier? Baby Dennis, waar ben je nou heen? Oh nee. Baby Dennis? Ik zie je niet. Trampoline? Waar ben je helemaal heen? Baby Dennis? Hallo? Ik zie je niet. Oh, daar ben je. Wil je niet zomaar alleen gaan, baby Dennis? Oh nee. Wat hele parcours hier gaan doen. Oh, dit wordt wat. Ja, ik denk dat we maar het beste inderdaad omhoog kunnen hakken. Want dat parcours lijkt me iets te stijl of iets zo moeilijk. Ik ben niet zo heel goed in parcours eigenlijk, baby Dennis. Je weet al wel goed de weg. Ben je hier vaker gekomen? Oké, hier omhoog zie ik. En dan hier, denk ik. Ik zie hier al het huis. Oh, baby Dennis. Hallo, baby Dennis. Je bent zo inimini. Ik zie jou een keer niet. Oh, Chloe, daar zijn we weer. Oh, wat is er? Moeten we ons verstoppen? Oh, vind je dat leuk? Oh, wat gaat dat? Like zeker ook de video als jij baby Dennis en baby Chloe ook echt super schattig vindt. Kijk hem nou staan. Oh, geweld helemaal. Baby Dennis, zullen we dan naar binnen gaan? Ik denk dat dat wel het leukste is. Oh, Chloe. Ben je zenuwachtig? Oh, mag ik niet mee? Maar, oh, mag ik niet mee? Oké, ik blijf wel hier staan. Oké, ik weet niet zo goed, Ik stuur niet zo goed wel mee. Ach, wat gebeurt er allemaal? Baby Dennis, wat ben je helemaal raar aan het doen? Hello, Jalelle. Oh. Oh, ik blijf wel hier staan. Mooi uitzicht. Wat is je, baby Dennis? Ga ik meekomen? Oké, hoi, Chloe. Oh, wat heb ik jou niet lang gezien? Oh, hallo, Chloe. Heb je ook lekker...
haar hoedje. Ja, ze heeft echt een superleuke hoed op. Kijk hoe leuk. Voor Halloween nog, denk ik. Oh, oké, ik mag niet binnenkomen, denk ik. Waarom mag ik nou niet binnenkomen? Wat doen jullie raar? Oh, verstoppen jullie iets of zoiets voor mij? Oh, ik snap het niet. Oké, Chloe, ga je mee naar huis? We gaan binnenkort verhuizen. En je mag natuurlijk mee, zoals je dat weet. Maar we moeten echt nog wel even flink wat bullen inpakken. Want, we moeten wel natuurlijk wat mee hebben. Want we kunnen natuurlijk niet in een leeg huis overnachten. Dus ik denk dat we maar naar huis kunnen gaan. Volgen jullie mij? Ah, baby Dennis, dat is echt super lief van je dat je een bloemetje geeft aan Chloe. Ik denk dat ze dat hartstikke mooi vindt. Ja, Chloe, kom je mee? Oh, Chloe moet natuurlijk je eigen spulletjes ook meenemen. Baby Dennis, ik denk dat je haar wel even kan helpen daarmee. Want ik blijf wel even hier staan. Jullie deden het ook al super geheimzinnig. Dus ik snap niet. Misschien wel een leuke verrassing voor mij. Het zou natuurlijk wel heel leuk zijn als ze natuurlijk een verrassing voor me hebben. Want ik ben natuurlijk echt een super goede moeder, denk ik. Oh, dat weet ik eigenlijk niet. Laat het weten in de reacties of ik een goede moeder ben of niet. Oké, zijn jullie klaar? Dan is het denk ik nu tijd om echt naar huis te gaan. Laten we even deze kant op gaan. Oké, daar zijn we weer. We zijn weer thuis. En jullie moeten mij wel even helpen met de spullen meenemen. En natuurlijk, ja, even alles inderdaad gewoon mee te nemen voor naar het nieuwe huis. Oh, Chloe, kun je daar alsjeblieft mee ophouden? Dat mag niet. Baby Dennis, stoppen nu. Niet doen. Jongens, kom op. Dat is een bel. Baby Dennis, wat hadden we nou afgesproken? Niet bellen als het niet nodig is. Ja, ga maar vast naar binnen. Domme bel. Ik moet hem echt een keer herhalen, denk ik. Oké, ik denk dat het handigst is om mee te nemen natuurlijk de bedjes. Want die moeten we natuurlijk wel meenemen. En een flowerpotje. En dan kunnen we ook de craft table meenemen. En ja, vloerkleed vind ik natuurlijk ook echt super mooi om weg te laten. Zo, en dan nemen we natuurlijk de barrel mee. En nog een crafting table. En de afzuigkap. Ja, dit is, moet allemaal mee. Want anders kunnen we natuurlijk niet koken. Oh, ik kan alleen deze niet weghalen. Ik heb geen pickaxe. Dat is niet zo heel slim. En laat ik meteen ook het bedje van baby Dennis meenemen. Want we gaan zo denk ik meteen weg. Waar zijn baby Dennis en Chloe eigenlijk? Hallo? Oh, misschien zijn ze al beneden alles aan het meenemen. Ik zal even beneden kijken. Baby Dennis, baby Chloe, waar zijn jullie? Oh, ik denk dat ik alvast ook het bedje hier meeneem van baby Dennis. En ja, we moeten deze super mooie kamer denk ik wel achterlaten. Het was super mooi. Ik had denk dat hij echt wel een van de beste kamers heeft. Oh, we moeten natuurlijk beneden ook gewoon alles meenemen natuurlijk. Want hier hebben we natuurlijk ook echt super baby Dennis. Wat doe je hier? Waarom verstop je? Baby Dennis, waar gaan jullie heen? Zijn jullie? Hallo? Baby Dennis, wat is dit? Baby Chloe, waar... Wat is dit? Een geheime portaal? Baby Dennis en Chloe, waar gaat het heen? Ik moet erheen, maar ik kom hier niet onder. Oh nee, ik moet eigenlijk even snel een crafting table maken. Ga ik denk ik een trapdoor kopen. Misschien kan ik dan hieronder liggen, want hier kom ik niet onder. Oh, wat zijn die twee nou weer aan het uitspoken. Oh, je kan ze ook nooit eens alleen laten. Oké, ik heb hier een trapdoor. Oh, kom op, waar gaat het heen? Baby Dennis en... Oh nee, ik plaats eentje verkeerd. Baby Dennis en baby Chloe. Oh, jongens, laat zeker weten in de reacties. En doe zeker een duimpje omhoog. Als jij wilt dat ik in het portaal ga. Ik durf nu nog niet. Maar als jullie echt superveel duimpjes omhoog doen. En misschien wel de 8000 likes kunnen halen. Dan ga ik het portaal in. En ik ben echt super benieuwd waar dit heen leidt. En ben je ook zo benieuwd? Laat dat zeker weten in de reacties. Ik denk dat we er zijn hoor. Dit komt me bekend voor hier zo. Ik denk het wel. Het ziet er wel naar uit, Dennis. Hoe weet jij dat nou? Je bent hier nog nooit geweest. Dennis, ze ziet er toch uit als een stad? Ja, dat is waar. Lotte, wil je zwaard wegdoen? Want dat mag absoluut in deze stad, oké? Ja, we moesten... En we zijn natuurlijk ook met baby Dennis en baby Chloe. Ja! Oh, we moesten Chloe wel meenemen. Het komt niet anders, Lotte. Nee, dat is waar. Maar ik vind het hartstikke leuk. Ja, ik denk dat het een veel betere plek is, Lotte, om als een gezin te starten in de stad. Want ja, baby Dennis, in het oude huisje, ik vond dat je het goed hebt gedaan, hoor, Lotte. Maar ik was toch al die tijd bezig aan een huis en het huis kopen. Het regelen duurde allemaal zo lang. Ja, dat snap ik. Ja, we wachten ook echt super lang. Het was echt tijd om te verhuizen, Dennis. Maar vandaag, Lotte, hebben we eindelijk de sleutel voor huis. Woe, yes! Ik heb er zoveel zin in, Dennis. Ja, ik ook. Ik, weet je wat ik trouwens heb gehoord over de stad? Want nou? Ik ken natuurlijk de stad al een tijdje, omdat ik natuurlijk hier heel vaak heen ging. Ja. Vieren van het huis en het regelen allemaal. Hierachter wordt nog superveel gebouwd, Lotte. Oh, dus het is gewoon nog... Dit is nog maar het begin, Dennis. Ik heb letterlijk dingen gehoord over een kinderdagverblijf. Oh, dat is perfect, Dennis.
Dennis! Voor Baby Dennis en Baby Chloe! Ja! Chloe en Baby Dennis dan natuurlijk heen. Maar ik denk dat je vast wel benieuwd bent naar het huisje wat ik heb gekocht. Wat jij hebt ooit gezien. Ja, ik ben hartstikke benieuwd. Laat het me zien, Dennis! Hey, Baby Dennis, wat ben je aan het doen? Oh, jullie zijn bloemetjes aan het geven. Oh, wat lief! Oké. Dan volg mij maar. Baby Dennis en Chloe, komen jullie? Kom maar mee! Nou, als eerst heb je hier een heel mooi riviertje. Je moet wel met Baby Dennis. Baby Dennis! Oh nee! Blijf hier! Holy moly! Niet zo gek, dat mag absoluut niet. Je mag niet op de kant, oké? Ik schrik mijn hondje. Baby Dennis. Lotte, wat zei nou dat er aan de hand was met hem? Waarom wilde hij niet praten? Oh, Baby Dennis is ziek geworden door die hele lange reis. Het was echt super koud. Dus hij is verkouden en is zijn stem verloren. Ja, maar hij praat al niet. Maar ja, hij praat eigenlijk ook wel weer. Maar een klein beetje. Ik kan niet alles verstaan wat hij zegt. Maar hij is zijn stem verloren. Hij is ziek. Oh. Dat het maar goed komt met je dan. Maar het betekent dat je dan ons ook aansteekt. En Chloe ook. Chloe, ben je ook niet lekker te pas? Oh. Ze zijn allebei een beetje ziek. Nou, laten we maar snel naar het huisje gaan dan. Oh, ik heb er zoveel zin in. Veel gaat hier te koop ook in de stad, hè? Oh, ja. Dan komen er vast misschien heel veel nieuwe dorpelingen of stadsbewoners. Het is echt heel wat inwoners inderdaad. Oh, ja. Nou kijk, het is een hele mooie boom. Dit is echt een stadsboom. Hier staat de stad een beetje bekend om, zeg maar. Ja. De stad heet namelijk Blokstad. En de boom is in de vorm van blokken, zeg maar, gemaakt. Een heel lang... Ja, je ziet het allemaal wel. Baby Dennis en Chloe, in de boom klimmen alsjeblieft. Ja, ze vinden het wel hartstikke leuk, zie ik, Dennis. Ja, ze hebben genoeg tijd en ruimte om te spelen. Maar je mag absoluut niet in de boom hier klimmen. Dit is echt... Oh. Ja, dat betekent heel veel voor de inwoners, heb ik Oh, een soort van standbeeld. Tot de raad is welk huisje ik heb gekocht. Van alle huisjes die je hier ziet. Dennis, dat is natuurlijk duidelijk. Waarschijnlijk gewoon die gele. Baby Dennis denkt natuurlijk ook al dat ik die gele heb gekocht. Maar dat is hem niet. Nee, er staat te koop nog. Huh, wat heb je dan gekocht? Ik heb deze niet gekocht. Maar kom maar mee. Als eerste wil ik jullie iets laten zien. Want dit is echt een perfect plekje. Hier kunnen we altijd lekker eten. Wat? En het is een restaurantje. De deuren staan nu open. De werknemer is even weg. Die had pauze of zo. Maar ze vertrouwt me met het de winkel. Het is ook nog vroeg in de ochtend. Ja, het is echt heel erg goed. Baby Dennis, niet doen! Chloe, Baby Dennis, niet doen alsjeblieft, oké? Okay? Oh, jongen! Ze willen ook overal aanzitten, hè? Ja, ik zie het. Ze zijn ondeugend, hè, Dennis? Ja, kom maar mee. Niet zomaar op de tafel. Steeds Dennis, op. Kom maar, jongens. Lotte, ik hoop ook echt dat jij het huisje mooi gaat vinden. Ik heb er heel wat... Ja, ik heb er heel lang voor moeten werken, terwijl jij op Baby Dennis was. Ja, en het heeft echt heel veel centjes gekost. Ja, maar ik denk dat het echt gewoon het waard gaat zijn, Dennis. Het ziet er... Op het laatste moment heb ik toch nog wat dingen laten bijbouwen in het huis. En extra veel geld. En ik heb een speciale kamer voor jou, Baby Dennis. Oh, een hele leuke kamer. Ik ben zo benieuwd. En voor Baby Chloe? Chloe, jij kan bij Baby Dennis blijven als je dat wil. Ik denk dat ze dat vast wel leuk vinden. Kijk eens wat er staat hier. Oh. Het huis van Dennis, Lotte en Baby Dennis. Alleen Chloe, ik wist niet dat je mee kwam, maar let op. Ik krijg gewoon een eigen naambordje, Baby Chloe. Even kijken. En wat? Chloe. Zo, Chloe. Ik superleuk. Nu is het het huisje van Dennis, Lotte, Baby Dennis en Chloe natuurlijk. Wow. Oh, dit vind ik echt heel leuk. Weet je wat we eigenlijk wel missen? Nou? Een huisdiertje. Een huisdiertje? Chloe en Baby Dennis, zouden jullie ooit een huisdier plannen? Ja, dat niet. Nee, wat ik wil geen huisdier. Oké, nou, laten we naar binnen gaan. Oké. Stond de deur open of heeft Baby Dennis daar gezeten? Dat ben ik verbaasd als Baby Dennis daar heeft gezeten. Nou, kom maar binnen. Als eerste hebben we hier een boomkamer. Laten we de deur dicht doen. Het is een beetje fris buiten. Ja, Lotte, wat vind je ervan? Dit is hartstikke mooi. Een mooie tafel natuurlijk. Een mooie bank. Nog een bank. Oh, die zit wel lekker hoor. Een mooie lekker vloerkleedje. Heel leentje. We hebben natuurlijk ook vloerverwarming in huis. Ik dus jullie kunnen lekker met jullie sokjes overal oplopen. En jullie hebben koud. Baby Dennis niet zomaar op de televisie. Laten we één regel hier afspreken in het huis. Niet op de tafel zitten. Baby Dennis en Baby Chloe, dus kom er maar heel gauw vanaf. Dat mag helemaal niet. Nee. En we hebben hier nog de keuken. Eens even kijken. Keuken. Om natuurlijk extra veel eten te maken. Baby Dennis, wat doe je nou? Baby Dennis, kom maar. Oh nee. Baby Dennis, kom je eruit? Baby Dennis. Nee. Baby. Oh, schrik mijn mondje. Baby Dennis en Chloe, van het aanrecht af, alsjeblieft. Oh, ik dacht dat je was verdronken. Je moet niet zomaar gevaarlijke dingen doen. Lotte schrikt ervan. Mama vindt dat totaal niet leuk als je dat doet. Nee. Wat vind je van de keuken, Lotte? Ja, prachtig natuurlijk. Ik hou echt van een witte keuken.
keuken. Ja, dit ziet er goed uit, toch? En dan kan je hier lekker zitten en eten. Oh, heel mooi. Terwijl hun even beneden zijn, Lotte, kom je even mee naar boven. Oké. Okay. Jongens, doe jullie even rustig aan. Ik ben er zo weer. Niet naar buiten. Hier blijven. Oké, okay, Lotte, ik heb hier dan je werkkamer. Oh, dankjewel. Ik ga hier lekker gewoon een hele computer. Wanneer ik dan bijvoorbeeld met baby Dennis en Chloe op pad ben of anders hier werken. Oh, wat leuk, wat mooi. En natuurlijk hier, Lotte, de slaapkamer. Eens even kijken. Ik wou een beetje een extra hoog dak, zodat... Ik zie het. Geeft het een heel ruim effect. En hier een kledingkast natuurlijk. Wow. Eentje voor jou, eentje voor mij. En dan hier een megabed, want ik weet dat je echt heel lang in een klein geslapen. Oh ja, dat doet nog steeds pijn aan mijn rug, Dennis. Ja, man. Dit is wel beter, toch, Lotte? Dit is hartstikke mooi, Dennis. Ik ben echt heel erg blij mee. Met dat leuke schilderijtjes natuurlijk. Ja. Een mooi spiegeltje voor je make-up. Oh. En ja, dat soort dingetjes allemaal. Dankjewel. Ja, alle puntjes die je had, die komen met de verhuisdoos. Die komen later. Dat heb ik geregeld. Oké. Okay. Zodat je dan niet allemaal hoeft te tillen natuurlijk. Nee, daarom. Oh, wat zop dit groot. En het leukste. Omdat Chloe natuurlijk kwam en baby Dennis uiteraard. Ja? Heb ik dit er ook nog bij laten bouwen. Wow, is het een speelkamer? Oh, dit is het bedje. Ja, kijk, hier kunnen ze mooie spelletjes spelen. Oh, wat een leuk belletje. Ja, zeg maar dat je moet proberen dat je niet het blokje aanraakt wanneer je omhoog gaat. Maar dat is natuurlijk voor baby Chloe en baby Dennis. Oh, wat een leuk belletje. Ik bedoel, ja, inderdaad. En dan allemaal mooie patroon op de muur natuurlijk. Heel mooi. Bedje, ik zat een beetje te denken. Ja. Nu heb ik alleen nog het bedje van baby Dennis, want ik wist niet dat Chloe ook meekwam. Wil je dat we een extra bedje erbij kopen of slapen ze gewoon hier? Ik denk dat het inderdaad wel handig is om een extra bedje een keertje bij te kopen. Nou, weet je wat? Anders vragen we het even aan de kijkers, oké? Ja, is goed. Wat willen jullie? Willen jullie dat we een extra bedje halen voor Chloe bij de winkel? Of dat ze het bedje samen moeten delen? Ze zijn allebei nog echt mini. Ze kunnen allebei de helft van het bed gebruiken. Maar ik denk dat het wel beter is om een eigen bedje te hebben. Maar laat het weten in de reacties hier beneden. Oh, Lotte. Ja? Kijk wie er komt kijken. Die zijn nieuwsgierig. Hoi, baby Dennis en baby Chloe. Kom maar op, baby Dennis en Chloe. Kom maar kijken. Dit is jullie kamer. Dit is jullie speelkamer en jullie slaapkamer. Ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Chloe, voor nu moet je... Ja, of je kan op de kamer slapen van papa en mama, of je kan hier blijven. Ja, hier blijven, denk ik. En Chloe, wil je een roze bedje als we een eigen bedje voor je nemen? Oh, ja, dat snap ik. Dat is ook een hele mooie kleur hoor, Chloe. Jawel, baby Dennis, jawel. Hoezo niet, baby Dennis? Oh, hij vindt natuurlijk geel het leukste. Net zoals zijn vader. Ik hou ook van geel. En jij houdt Chloe ook. Dat is wel een beetje toevallig. Ja, klopt. Alleen, kom je even mee naar beneden. Oké, tot zo, jongens. Oh, Lotte. Wacht even hoor, ik denk dat we even moeten zeggen dat ze... Nou, weet je wat, we gaan het dan naar beneden. Wat een lawaai inderdaad. Dan horen we denk ik niet meer. Kijk, in de woonkamer horen we niks, Lotte. Maar kan je toch eens uitleggen van Chloe wat daar precies aan de hand mee was? Nou, ik heb Chloe gevonden. En ze was weggelopen en ze was de weg kwijtgeraakt naar huis. Kon haar ouders niet meer vinden en ze was veel te ver naar huis. En ik weet ook niet wie haar ouders zijn, dus ja, mocht ze bij ons wonen. Dus Chloe heeft wel eens de ouders kwijt omdat ze was weggelopen. Ja. En ja, dus ik... En jou had me toen een berichtje gestuurd van dat ze alleen zat in een huis. Ze had letterlijk alleen een huis. Ja, ze zat... De ouders haar alleen hebben gelaten daar. Ja, inderdaad. Nou, weet je wat, Lotte? Het is dan niet ons kindje, zeg maar dan zorgen we er wel voor. We gaan sowieso ervoor zorgen dat Chloe zich helemaal fijn voelt hier. En dat ze, net zoals baby Dennis, deel uitmaakt van ons gezinnetje. Ja, natuurlijk. Ik vind het hartstikke leuk dat ze gewoon bij ons komt wonen. Maar Chloe zijn we gewoon papa en mama. Ja, ik denk dat we haar het beste gewoon hebben geadopteerd. Ja, dat moeten we allemaal nog regelen bij de gemeente en dat soort dingen. Ja, maar dat klopt. Kan hier in Blokstad, want ik ken wel wat mensen hier. Dat komt helemaal goed. Oké, dat is top. Oh, maar Lotte, wacht even, we moeten even zeggen dat baby Dennis en baby Chloe mee moeten. Ja. Baby Dennis en Chloe, komen jullie? Jullie waren ons aan het afluisteren. Kom maar mee, naar beneden. Ik wil jullie wat laten zien. Ja, kom maar mee. Laten we naar buiten gaan. Hier zo hebben we natuurlijk het restaurantje en hier... Ook iemand die jullie misschien wel kennen. Allee, dat laat ik voor de kijkers maar om te raden. Want dat kan ik nu nog niet vertellen. En hier mag je absoluut niet heen, oké? Okay? Over de brug. Hier staat afzetlint. Ik heb daar een brief van gekregen. Dat ze... Baby Dennis en Chloe, kom eens terug. Hallo? Oh nee. Hallo, hier komen nu. Oh, baby Dennis en Chloe, wel. Voor het lint, ik tel tot drie. 1, 2... Ze zijn er al, ze zijn er al. Oké,
Nou, hier mag je dus niet heen, want daar wordt dus een verbouwing. Daar, die vindt daar plaats. Ja, verbouwplaats, inderdaad. Want er komen allemaal spullen daar en daar zijn ze echt druk aan het werk, dus het is daar gevaarlijk, oké? Ja. En voor de rest, ja, het is van een winkelcentrum of zo, hoorde ik. Ik weet niet wat dat eigenlijk is. Maar ik zou zeggen, het was een lange reis. Misschien is het tijd om heel even te gaan slapen, baby Dennis en Chloe. En tot, ja, dat denk ik inderdaad ook. Laten we maar naar huisje gaan, denk ik dan. En heerlijk bedje induiken. Ja, zeker. Oké, Lotte, stop jij baby Chloe en baby Dennis maar in bed? Ja, is goed. Kom maar, baby Dennis. Nee, baby Dennis, dat is ons bedje. Kom maar mee naar boven. Hup, je bed in. Zo, gaan we lekker slapen, jongens. Ik hoop dat jullie super lekker kunnen slapen, natuurlijk. Slaap lekker, baby Dennis en baby Chloe. En maar lekker slapen. En dan zie ik jullie morgenochtend weer. Doei, doei. Oh, Lotte. Ja? Trouwens, een dingetje. Nou? De badkamer wordt nog gebouwd. Er moet nog een beetje uitbreiding komen. Maar ik heb niet genoeg geld momenteel. Oh, maar dat maakt niet uit. Ik ben bezig, oké? Ja, is goed. Het is niet handig als we beiden gaan slapen. Ga jij maar lekker slapen. Dan let ik wel gewoon baby Chloe en baby Dennis. Ja, is helemaal goed. Rust maar lekker uit. Hey, Lotte. Slaap lekker. Slaap lekker. Die broodjes zijn klaar. Nu is het tijd om, denk ik, Lotte maar als eerste wakker te maken. Die ligt nog te slapen. En daarna naar baby Dennis en baby Chloe. Lotte, Lotte wakker worden. Hallo. Lotte, het is tien uur. Kom op, het is een keertje tijd om wakker te worden. Kijk wat ik heb gemaakt. Verse broodjes. Nu al, ik heb nog helemaal geen honger. Nou, dat komt straks wel, want we moeten eerst baby Chloe en baby Dennis wakker maken, Lotte. Kom je mee? Oh, ja, inderdaad. Oh, ik heb me verslapen. Ja, we zouden om 8 uur opstaan. Het is nu letterlijk 10 uur. Ik heb je laten slapen, omdat, ja, het was vannacht een heel erg latertje. Want baby Dennis en baby Chloe, die waren aan het springen overal boven. En ze waren nog aan het spelen met alle blokken. En dat hoorde je de hele tijd op de grond. Maar oké, laten we maar eens even kijken of ze wakker zijn. Oh, natuurlijk zijn ze al wakker. Ze staan alweer te springen op bed, hoor. Ik had ook niet anders verwacht. Goedemorgen. Een hele goedemorgen, baby Dennis en baby Chloe. Hebben jullie een beetje lekker geslapen? Baby Chloe wel en jij niet, Dennis. Wat dan? Niet. Zat Chloe weer te trappen met haar voetjes? Ja, Chloe zat te trappen. Chloe. Chloe, jullie moeten gewoon samen het bedje delen. Als je wil, dan maken we je eigen bedje, hoor. Een roze bedje, als je dat graag wil, kan dan hier zo mooi kopen. Maar eigenlijk moeten we dan wel gaan kopen. En jij wil dat liever niet, hè? Nee, maar je kan ook niet lekker slapen. En Chloe kan wel lekker slapen. Dus misschien ligt het wel gewoon aan jou. Misschien ben jij wel met de voetjes aan het schoppen, baby Dennis. Alleen, kom, we gaan naar beneden. Ik heb ontbijt gemaakt. Lekkere verse broodjes. Deze kant op. Eens even kijken. Kom maar mee, jongens. Oké. Ja, ik hoop dat iedereen het lekker vindt. Ik weet natuurlijk niet waar baby Chloe van houdt, hè. Eens even kijken. Oké, ga maar zitten. Ik heb hier een broodje voor baby Chloe. Oh, en lekker. Ik heb een broodje voor jou, baby Dennis. En Lotte natuurlijk voor jou ook wat brood. Hier heb jij de twee. Dankjewel. Zo, jij eet net wat meer, hè, samen met ik. We eten allemaal net iets meer dan die baby'tjes van ons. Ja, dat is logisch. Oh, maar ik zit dus te denken, baby Chloe en baby Dennis en Lotte. Ja? Wat kunnen we vandaag eens gaan doen in deze nieuwe stad? Want we zijn dus in Blokstad, een hele nieuwe stad. En ik heb wel een beetje het idee, want baby Dennis, is het niet een keer tijd om samen met Chloe op pot te gaan om wat vriendjes te maken? Want ik weet dat jullie het lastig vinden. Baby Dennis, het wordt toch echt wel tijd, hoor. Het is een nieuwe stad. Ik weet zeker dat er nog andere mensen zijn. Ja, ik denk dat je echt super goede vrienden kan maken wel, hoor. Ja, alleen ik ken het hier allemaal ook niet echt in de stad, hoor, Lotte. Er werd nog superveel verbouwd toen ik hier kwam wonen. Ja. En toen woonden jullie nog ergens anders. Maar ja, dit is nu de tweede dag in de stad. Ja, ik ben daarom heel erg benieuwd. Oh, baby Dennis, wil je weer televisie kijken? Nee, dat gaan we niet doen. Kijk nou hoe mooi het is buiten. Het is super mooi weer. Het is tijd om buiten te gaan spelen. Kom mee. Oké, baby Chloe, jij ook. Het is geen tijd om televisie te kijken. Dat doen we alleen met slecht weer. Als het regent, dan mag het, oké? Maar is het tijd om de stad te gaan ontdekken? Klopt iemand aan de deur? Ja, ik hoorde de deurbel ook. Rustig aan. Ja, krijg zo'n klap in mijn gezicht. Nou ja, misschien was je aan het kloppen. Wat is er, meneer? Zeg het maar. Ja, ik hoorde dat jullie nieuw zijn in deze stad. Ja, dat klopt zeker. En ik hoorde dat jullie ook 2 kindjes hadden, als het goed is. Ja, zeker. Baby Dennis en baby Chloe. Hoe weet u dat trouwens? Ja, dat heb ik dus allemaal gehoord. Want iemand zag jullie gisteren gewoon over straat lopen en zo. En die viel op dat jullie hier nieuw waren. Dus dat had ik uiteindelijk gehoord. Ik zal me even voorstellen. Ik ben Pieter en ik heb zelf een kinderdagopvang. Dus ik dacht misschien dat jullie... Wow, een kinderdag.
kinderdagopvang. Is dat niet een beetje zo'n kinderdagverblijf? Ja, ja, dat ja. God, dat is echt perfect, want ik had het er net over. Ik zei het ook al tegen Lotte. Het is tijd dat baby Dennis en baby Chloe andere kindjes gaan ontmoeten waarmee ze kunnen spelen natuurlijk. Ja, daarom. Dat hoort wel. Baby Dennis, kom eens een beetje hier. Niet zo verlegen. Van het daar recht af, kom op. Ja, kom maar, je baby Dennis. Wel een beetje baby Dennis, hier, niet meer in een grootsteen zitten. Kom, hup. Anders worden je kleren vies. Maar, oké, dan de kinderdagverblijf. Waar zit dat dan allemaal? Want die heb ik niet gezien toen ik hier kwam. Hebben jullie niet de nieuwbouw gezien? De nieuwbouw? De nieuwbouw? Ja, ja, ja. Er is een heel nieuw stuk van de stad bijgebouwd. Hebben jullie dat nog niet gezien? Nee, we willen wel graag gaan kijken als dat mag. Ja. Ik kan jullie anders wel een rondleiding geven. Ja, super. Dat zou echt super zijn. Baby Dennis, baby Chloe, komen jullie? Dan doe ik de deur op slot. Eens even kijken. Ik heb de huissleutel hier. Zo, die deur dicht, die deur dicht. Even op slot. Ja, nou, laten we gaan dan. Ja, ja, er zijn allemaal nieuwe dingen bijgebouwd. Ja, dit stond er toen allemaal nog niet. Een hele nieuwe overkant daar. Hoe is het zo snel ook gebouwd? Wow. Nou ja, snel, want we waren wel een tijdje de stad uit natuurlijk, hè. Ja, we moesten natuurlijk even wat dingetjes doen, maar... Wow, dit is mooi geworden hier, zeg. Oh, ik ben echt super blij dat we hierin zijn verhuisd, Dennis. Het ziet er prachtig uit. Kunnen we eerst aan deze kant kijken hier? Ik ben heel erg benieuwd wat daar allemaal zit, namelijk. Ja. Ik loop u wel achter daar, meneer. Nou ja, sommige huizen zijn nog niet verkocht aan mensen, natuurlijk. Want het is allemaal net nieuw. Ja, maar zijn andere dus huizen ook wel, ook er wel. Ja. Dus hier heb je als het goed is een bloemenwinkel. Ik heb een vraagje hoor. Wat komt daar trouwens? Ik zie... Wacht eens eventjes. Ik ga er heel even kijken hoor. Waar? Nog allemaal bomen. Ja, hier Lotte. Kijk, is dat een soort van parkeerplaats of iets? Parkeerplaats? Ja, ik hoorde wel via toen jij hier nog niet woonde natuurlijk. Voordat ik jullie had opgehaald. Hoorde ik iets over een supermarkt. Maar ik weet... Is dat zo dat hier een supermarkt kwam? Ja, volgens mij wel. Ik heb daar ook wel verhalen gehoord daarover, ja. Dus dat kan wel kloppen, ja. Ja, dat zou super handig zijn, Lotte. Dat hoeft niet zo ver weg meer om alle boodschapjes te doen. Nee, precies. En hoef ook niet elke keer naar de bakker. En de bakker heeft best wel vaak het brood op, dus... Ja, dat is waar. Baby Dennis, hier, kom alsjeblieft. Op het pad blijven, baby Dennis, kom! Oh, je kan niet zomaar het bos inlopen. Dat is hartstikke gevaarlijk. Oké, wat hebben we nog meer, Jallebaal? Nou ja, je hebt dus die bloemenwinkel. En als het goed is, zit daarnaast zit er hier iets van een café. Wacht, waar is de bloemenwinkel dan? Eentje? Dit is een bloemenwinkel. Kunnen we hier niet even kijken? Ja, dat kan, denk ik wel. Ik zie alleen wel niemand binnen. Oh, ze hebben zelfs de vloer is gewoon een beetje gedaan. Oh, dit is kunstgras, denk ik. Oh, ja. Oh, dat zijn wel mooie bloemen, Lotte. Nou, dat weet ik waar ik zijn als ik een bloemetje moet halen voor Lotte. Okay, ja, inderdaad. Laten we deze kant op gaan. Ja, daarom. Kijken. Dat is er mooi wat uit. Hebben we nog meer hier allemaal? Dit is een cafeetje. Hier een café, ja. En die gaat over dit hele plein. Want hier zit een heel groot plein met allemaal tafeltjes. Oh, je hebt nu last van de buiten. We zitten op een mega kerstboom. Wow. Weet u dat? Versieren ze dat ook rond kerstmis, die hele boom? Oh, ja. Lotte en baby Dennis. Baby Dennis! Oh, ik kan hem ook echt nooit alleen laten. Hier, komen naar beneden. Baby Dennis. Kom er niet bij, kom. Hup, Chloe, jij moet wel goed luisteren. Chloe, blijf hier, hoor. Dennis, ik denk dat we misschien baby Dennis na gaan doen. Kopen. Dat is niet goed. Oké, maar deze bot is misschien ook versierd in een kerstboom. Ja, dat denk ik wel. Ja, dat zou wel leuk zijn, dan. Wat is dat voor een gebouw helemaal? Is dat een bank? Ja, dit wordt de nieuwe bank van deze stad. What? Wow, deze bank is hoog. Oh, die wordt nog gebouwd helemaal. Die is nog helemaal niet klaar. Okay. Nee, ja. Dat is echt een heel groot gebouw, ja. Ja, wat hebben we daar allemaal voor huisjes? Oh, dit is zo gezellig, zo'n terrasje hier. Ik zie daar allemaal net niet overheen kijken. Wat is het precies netjes? Volgens mij kijk weer bij iemand naar binnen. Ja, oké, laten we verder gaan. Zijn er nog meer winkeltjes, meneer? Ja, ja, zeker. Dan heb je hier de dierenwinkel. Wacht, wat was uw naam ook weer? Pieter, toch? Ja, ik ben Pieter, ja. Het wordt ook tijd hier voor een huisdier. Baby Dennis, wil je een huisdier? Nu niet. En baby Chloe dan? Baby Chloe wel, oké. En misschien voor later. Maar het is wel vet wat ze hier allemaal hebben. Daar komen we later wel een keertje kijken. Ik denk dat baby Chloe het echt al super leuk vindt. Ja, dat denk ik ook. Oh, ze hebben hier ook nog een heel blok. Huh? Dat is zo groot. Wat? Kijk wat ik daar zie, Lotte. Speeltuin. Oh, baby Dennis ziet er ook al, hoor. Hij is dat meteen op pad. Oh, ik kan dus gewoon gaan spelen dan. Oké, heel eventjes dan. Ga maar allemaal. Baby Chloe, jij mag ook wel.
Daarna is het wel echt tijd om mee te gaan hoor. Want die man die zit te wachten hier. Oh, sorry baby Dennis, ik zal eraf gaan. Ik vond het wel te leuk zelf. Voor jou hè. Oh, ik ben één keer van de glijbaan. Oké, één keertje. Vrouwen ook altijd hè. Oh, superleuk. Ja, baby Dennis nu. Eén, twee. Het is wat hè, altijd met die vrouwen. Het is letterlijk alsof ik een derde kind heb. Ah, superleuk. Maar ja, wat zei je? Niks hoor Lotte. Baby Dennis, kom je? We gaan deze kant op. Ja, laten we weer gaan. Oké, eens even kijken. Dit zijn dus allemaal nog leegstaande gebouwen. Ja, de stad is dus net nieuw als ik alles heb meegekregen. Dus er zullen vast nog wel bewoners bijkomen. Ja, klopt ja. Ja, veel winkels zijn nog of niet verkocht of zijn nog bezig met verhuizen en zo. Wat is dit dan? Kledingwinkel! Ja, dit is die kledingwinkel. Prachtig! Oh, jammer dat ze niks qua gele kleding hebben of iets. Oh, of babykleding. Dat zou ook wel perfect zijn. Babykleding, Lotte. Want we moeten ook nog een keertje kleertjes halen. Andere kleertjes voor baby Dennis en baby Chloe. Ja. Maar meneer, ja? Ik denk dat het maar tijd is om die kinderdagverblijf te laten zien dan maar. Ja, ja dat kan natuurlijk. Loop maar mee. Oké. Okay. Het kinderdagverblijf zit hiernaast. Wacht eens even. Er staat nog een speeltuin hier. Dennis, dat is natuurlijk niet belangrijk. Tuurlijk wel. Een speeltuin naast de kinderdagverblijf. Wow, wat dit? Oké, Lotte, dat zandkasteel is niet voor jou. Oké, baby Dennis en baby Chloe, komen jullie? En Lotte natuurlijk. Sorry, baby Dennis. Even kijken hoe dat kinderdag ver... Wow, dit is prachtig. Dit is wel leuk. Maar ik had verwacht dat er bij een kinderdagverblijf al meer kindjes zouden zijn. Ja, die zijn hier ook. Kijk daarboven maar. Daarboven. Ze zitten in een bedje. Oh, wat lief. Oh, daar heb je er nog één. Zelfs. Nog twee. Baby Dennis en baby Chloe, doe ze een beetje kijken daar. Ze komen daar beneden. Oh, kijk nou hoe lief die eruit ziet. Oh, hallo. Wat lief. Wat schattig. Chloe, jij kan zeker ook niet praten, hè. Ik denk niet dat hij kan praten. Jan, er is nog kleiner volgens mij. Wat schattig. Pas je op, jongetje. Je moet via het trappetje. Ga maar via de trap. Kijk nou. Goed zo. Oh, dat is toch leuk. Dat is zo lief. Oh, pas op, pas op. Oh, jeetje. Oh, dat ging maar net goed, hè. Oh, ja. Deze is sowieso nog heel jong, Lotte. Kijk dan. Chloe zit al helemaal te kijken. Die vindt het wel heel erg interessant. Ja, oh, ik snap het. En baby... Oh, baby Dennis is denk ik een beetje verlegen. Oh, baby Dennis, kom op, niet zo verlegen. Je moet ook gewoon vriendjes kunnen maken, oké? Ze zijn vast heel erg aardig. Oh, baby Dennis. Is dat altijd zo, Pieter? Dat kindjes nog moeten wennen of iets? Ja, dat is heel normaal, hoor. Maar gelukkig zijn deze allemaal gewoon heel sociaal en willen ze altijd gewoon gezellig spelen met iedereen. Ik zie het al. Baby Chloe heeft al vriendjes gemaakt en baby Dennis komt er nu ook wel langzaam bij. Oh, hij heeft ook vrienden. En ik denk dat ze het hier geweldig gaan vinden. Dat moeten we dan per maand betalen. En dat we ze, dat we baby Dennis en baby Chloe hier af en toe gewoon heen brengen dan voor de dag. Ja, nee, je betaalt gewoon per keer. Dus je kan ze gewoon hier naartoe brengen en dan betaal je voor die ene dag. En dat kan dan zo vaak als je wil. Oké, ik had er wel wat over gehoord en een briefje ervan gekregen als het goed is. En daar stond wel op van 7 dagen gratis. Ja. En ik weet niet of dat klopt, maar dat zou best wel prettig zijn. Omdat Lotte en ik hebben momenteel nog geen werk in deze stad natuurlijk, want wij hadden een baantje, maar dat is, ja, dat is hier niet in de buurt. Nee. Dus dat zou wel fijn zijn als dat zo is. Ja, dat kan natuurlijk geregeld worden. Oh, oké, dat is perfect. Want dat is top. Hebben we genoeg tijd om werk te zoeken, Dennis? Ja, inderdaad. Zullen we dan, kunnen we dan baby Dennis en baby Chloe hier laten voor vandaag? Dan komen ze vanavond ophalen. Ja, dat kan. Dat is goed. Okay. Ik zie dat ze al een plekje hebben gevonden ook, Dennis. Kijk naar boven. Oh, kijk ze nou naast elkaar. Oh, zo lief. Nee. Oh, kijk nou hoe lief. Daar staan ze met z'n vier. Komen er ook nog andere meisjes, zeg maar? Want ik zie dat Chloe het enige meisje is, volgens mij. Ja, dat weet ik niet. Ja, hangt af wat anderen vandaag brengen. Nou ja, Chloe maakt vriendjes met iedereen, dus het komt vast daarom. Wel goed. Baby Dennis, baby Chloe. Wij gaan er vandoor eventjes, oké? Ja, wij moeten er wel wat dingen doen. Allemaal grote mensen dingen. Knuffeltje? Oké, baby Chloe, knuffel. En heel veel plezier jij nog. Jij ook, baby Dennis. Jij ook nog een knuffel. Veel plezier, maar. Ja, ook heel veel plezier. Oké, het komt helemaal goed. Oké, nou, tot dan gaan we er maar vandoor. Dankjewel, Pieter. Ja, geen probleem. Kom doei, goed Pieter. Hier. Succes. Oké, dank u. Oh, ik denk dat ze hier echt wel veilig zijn, Dennis. Ik heb hier wel een goed gevoel over. Die Pieter is hartstikke aardig. Er zijn ook andere kindjes waar baby Dennis en baby Chloe mee kunnen spelen op de kinderdagverblijf. Ja, precies. Het voelt goed. Ik denk dat wij maar naar huis gaan en dan heel wat sollicitaties gaan doen, zodat we aan het werk kunnen, Lotte. Want we moeten natuurlijk wel een sollicitatiebrief gaan maken. Oh, inderdaad. Oh, en dat kost allemaal zoveel tijd. Dingen. Ja, nu kan je ook een beetje rusten natuurlijk, want je hebt vannacht echt super slecht geslapen. Oh, omdat inderdaad. Ze waren natuurlijk zo erg aan het spelen, maar nu kunnen ze spelen met andere kindjes. Ja, ze gaan zich sowieso vermaken daar. Ik weet het 100% zeker. Ja, als we ze dan vanavond ophalen, dan zijn
ze waarschijnlijk echt uitgeput. Ja, dat denk ik ook. En dan kunnen ze de hele dag gelukkig slapen. Oh, en op dat soort momenten kunnen wij gewoon lekker naar het restaurant. Om natuurlijk even wat dingetjes te bespreken. Beetje aparte tijd natuurlijk. Eens even kijken. Laten we binnen gaan. Zo, de sleutel. Oké. En de deurtjes weer dicht. Oh, zo. Kijk eens aan. Ja. Nou, dat gaan we maar naar het kantoortje, denk ik dan. Ja. En dan aan die sollicitatiebrief gaan werken, Lotte. Ja, precies. Oké. Wij zien jullie later weer. Doei, doei. Doei, doei. Oeh, die Dennis, die wordt dan niet wakker. Dennis, wakker. Dennis, met veel te laat alweer. Oh, het is weer veel te laat. Ik schreeuw je al net zo hard in de ochtend. Dennis, hoezo? Ik schreeuw daar. Dennis, waarom doe je nou weer helemaal in paniekerig? Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Dennis, hoezo? Wat is er aan de hand? Ben je het helemaal vergeten? Baby Dennis en baby Chloe moeten naar de opvang. Ja, maar Lotte, wie moest er vannacht wakker blijven omdat baby Dennis bij het bedje kwam samen met baby Chloe? En wie bleef er lekker doorsnurken? Oh ja, dat was mevrouwtje Lotte. Want ja, ik was maar nodig met baby Dennis en baby Chloe bij het raam gaan kijken, want het sneeuwde letterlijk en ze wisten niet wat er gebeurde. Ze waren een beetje bang. Ik snap niet waarom, want het is maar sneeuw. Gewoon regen eigenlijk. Maar dat doet er nu niet toe, Dennis. We moeten nu, maar ook echt nu, naar de kinderopvang, Dennis. Ja, Lotte, ik heb amper geslapen. Heb je baby Dennis en baby Chloe al wakker gemaakt? Ja, daarover gesproken. We hebben nog steeds geen douche, dus dat gaat een beetje lastig. Eens even kijken. Laten we daar maar naar boven. Ik hoor al dat baby Dennis en baby Chloe wakker zijn. Oké, jullie zijn al helemaal aan het spelen. Goedemorgen, baby Chloe. Goedemorgen, baby Dennis. Hebben jullie een beetje lekker geslapen? Baby Chloe, jij? Baby Dennis, heb jij lekker geslapen? Ja, oké. Niet met de voetjes getrappeld tegen elkaar. Kijk, het gaat wel beter dus. We moeten iets sneller aan de bak vandaag, want we moeten snel gaan ontbijten, want we moeten naar de kinderdagverblijf. Volgens Lotte ben ik alweer te laat, maar te laat, Dennis. Hallo, dat sneeuw, dat was ook leuk. Willen jullie trouwens niet gaan rennen op de trap? Chloe, wat heb ik nou afgesproken met je? Niet zomaar van de trap meteen naar beneden springen. Dat is gevaarlijk, oké? Eens even kijken. Lotte, je hebt voor broodjes gezorgd, mag ik hopen? Nee, daar ben ik wel. Nee, ik moet naar de bakker vandaag. Ik heb helemaal niks aan huis. Ja, dan moeten we naar de... Ik heb nog wel broodjes. Ze zijn wel van gisteren. Is dat een probleem? Ik weet niet. Ze moeten gewoon wat eten. Doe maar gewoon. Baby Dennis, ik heb een broodje hier voor jou. En baby Chloe, ik heb hier ook een broodje voor jou. Kijk eens aan, Lotte. Alsjeblieft. Ja, oh, dankjewel. Zo, eens even kijken. Baby Dennis wil hem niet. Nou, Chloe, dan eet je maar niks, baby Dennis. Jij wil hem wel. Je wilde nog geen, alsjeblieft. Nou, baby Dennis, als je dan een beetje eigenwijs doet en niks wil eten, dan wil je een lekkere oliebol of iets? Oliebol? Dat is toch helemaal niet gezond? Dat is nog helemaal geen oud en nieuw, Dennis. Want, maakt niet uit, oké. Hij moet gewoon eten. Het komt goed, baby Dennis. We gaan straks al iets halen in de stad. Laten we gaan. Eens even kijken. Zo, de deur open. Zo, deze kant op. Kom maar mee, jongens. Hup, voren. En deurtje weer dicht. Kijk eens aan. Perfect. Oh, wat een weer. Lotte, vannacht was het echt flink aan het sneeuwen. Je kan het ook wel een beetje zien. Wow, zie allemaal sneeuw hier op de grond. Kijk, baby Dennis en baby Chloe, dit is sneeuw. Oh, wat hier, vet. Zo. Alleen dan moet je niet te lang in staan, want het is heel erg koud. Baby Dennis, kijk maar eens eventjes. Het is heel erg koud. Jullie moeten geen sneeuwballen gevecht, oké? We zijn hier pas net nieuw in de stad. Zag ik hier? Hallo? Hallo? Hallo daar. Hallo? Hoi, meneer. Wie bent u dan? Ik ben de bewoner van het groene huis daar. Oh, u woont daar net. Heeft u net dat huis gekocht? Ja, ik ben niet sinds gisteren hier. Oké. Heeft u dat ook gehoord over die sneeuwstorm vannacht? Verschrikkelijk, hè? Kan je allemaal zien. Ja, inderdaad. Wow, allemaal ijs daar op het water. Hé, baby Chloe! Stoppen! Oh, sneeuwballonder! Ook niet op die meneer gooien. We kennen hem pas net, hè? Dat is niet zo netjes. Oh, sorry daarvoor, meneer. Het zijn kinderen, hè? Het zijn kinderen. Ja, dat is waar. Ze zijn nog zo erg speels, maar weet je wat het is? Ik denk dat het een hele, erge maand gaat worden met heel veel sneeuw. Het was ook al koud. Het begint steeds kouder te worden, trouwens. Ik hoop echt dat we kunnen schaatsen binnenkort, Dennis. Ja, dat zou wel heel net zijn. Ik hoop dat we bergen in de buurt hebben. Ja, dit is... snowboarden. Ja, inderdaad. Dit is ook de eerste keer, trouwens, voor... Baby Dennis, van het ijs op. Nee, dat is hartstikke gevaarlijk. Nee, baby Dennis. Sorry voor mijn vrouw. Kleren. Ze is ook net een beetje zoals hun. Lotte, wel een beetje opletten, hè. Als ik in gesprek ben. Dennis, valt hier net in het water. Ja, maar ik kan überhaupt niet op het ijs. Je moet er wel goed op passen. Ik ben toch even met deze meneer in gesprek. Oh, ik blijf wel op ze passen. Eens even kijken. Waar waren we gebleven? Oh ja, ik denk dat het een hele forse winter wordt. Heel erg koud. Ja, we zijn in Nederland, toch? Dan is het warm, dan is het koud, dan regent het, sneeuwt het. Je weet het maar nooit. Maar, baby Blue, het is tijd voor jou om naar het kinderdagverblijf te gaan. Je zit veel te veel achter die PlayStation de hele dag. Dat is helemaal niet goed voor een baby, oké? Oh, kom maar met de... Alex? Dennis? Wat doe je hier?
Nee, ik was eerder. Wat doe jij hier? Jij hier? Ik woon hier letterlijk. Wat doe jij hier? Oei, wie zijn... Dat zijn onze kinderen. Baby Dennis en baby Chloe. Wie is dat? Dit is baby Blue. Waar is de mama dan van baby Blue? Wacht eens even, wij komen wel heel erg bekend. Zit hij bij de kinderdagverblijf? Ja, daar moest hij nu heen. Baby Blue zit de hele tijd, de hele dag, achter die PlayStation van hem. Om allemaal spelletjes te doen als Roblox, Fortnite. Oh, ik krijg hem er niet van weg. Hoe dan op die leeftijd? Hij is nog hartstikke jong. Dat weet ik niet. Hij pakt die controller gewoon. Die controller is bijna even groot als dat hij zelf is. Maar hij kan het blijkbaar. Alex, ik denk niet dat dat het probleem is. Wat is dan het probleem? Ik denk dat het probleem ligt bij de ouder. Want jij bent degene met de PlayStation. Ik denk niet dat hij hem zelf heeft gekocht, of wel? Jij wil zeggen dat ik mijn PlayStation weg moet doen. Ik wil ook soms een keertje Roblox spelen. Ik denk dat jij gewoon te veel spelletjes speelt en dat het kindje het gewoon overneemt. Dat zo is niet waar. Zoon, Dennis, nee, zeker. Dat is niet waar. Dat valt reuze mee, want ik heb bijvoorbeeld broodjes gehad. Of Baby Blue, kijk, een broodje voor jou. En, Baby Blue? Pas op, ja, hij is Baby Blue. Waar komt die naam überhaupt vandaan? Hoe bedoel je, waar komt die naam vandaan? Weet je wat Blue betekent in het Engels, Dennis? Ja, dat weet ik. Dat weet ik. Jullie kijken elkaar aan alsof jullie het niet weten. Zal ik het uitleggen? Ja, leg maar uit. Blue is blauw. En blauw is mijn lievelingskleur. Kijk bijvoorbeeld naar mijn huis. Jij woont hier al die tijd al. Ja! Huh? En je had nooit even hallo kunnen zeggen of iets. Terwijl je naast je beste vriend woont. Hoe ben je hier? Ik woon hier in het grijze huisje. Ja, samen met baby Dennis, baby Chloe en Lotte natuurlijk. Ja. Echt waar? Ja. Dat super lang. Dennis. Gaan we nog een keertje bij elkaar op burenvisite. En dan gaan we bingoen. En dan gaan we bingoen. We kunnen echt van alles doen. Maar het belangrijkste voor nu is dat we al bijna te laat zijn voor de kinderdagverblijf. Dus laten we maar een beetje. Dennis, ik heb een beetje honger. Even een hapje van mijn broodje. Wat bedoel je te laat voor het kinderdagverblijf? Hoe laat is het nu? Is nu, 3 minuten voor 12! Ja, en 12 uur moeten ze er zijn, Dennis. Oh, opschieten. Baby Blue, we moeten gaan! Oh, baby Blue, deze kant op, baby Dennis, kom mee! Nee. Hup, mee komen, jongen. Het is buitenpoel. Maar onderweg, Alex. Ik vind het zo raar, dit allemaal. Dus wanneer woon jij hier, Dennis? Ja, ik woon hier echt al super lang. Sinds het begin van deze stad, toen was dit allemaal nog niet. Er wordt nog super veel bijgebouwd. Ik heb hier nog nooit gezien lopen. Eens even kijken, wat vind jij allemaal van de stad dan? Ziet het een beetje leuk uit voor jou? Ik weet het niet, ik ben er nog niet zo vaak geweest. Ik ben wel bij dat restaurantje daarachter geweest. Ik weet dat het eten daar niet al te lekker is. Daar ben ik nog nooit geweest, maar had je het vannacht ook gehoord? Was je ook gewoon thuis vannacht met die sneeuwstorm? Ja, maar ik lag te slapen. Baby Blue had het wel gehoord. Ik hoorde Baby Blue ineens helemaal schreeuwen en zo. En springen op mijn bed en die maakte me wakker. En die wou een sneeuwballengevecht doen. Baby Blue, dat doen we niet in de nacht, oké? Okay? Ik wil eigenlijk ook slapen, maar dat was echt niet te doen. Nee, inderdaad. Baby Blue, kom maar mee. Oké, eens even kijken. Dennis? Ja, wat is er? Hoe heet deze? Hoe heet hij? Dat is baby Dennis. Ik wou net zeggen. Hij lijkt rekend op jou. Ja, dat klopt. Weet je? Oh, Lotte. Ja? Hey, baby Dennis. Hey, hallo. Hey, wat is er met bij jou? Je? Wat dan? Wie? De kinderdagverblijf. Wat is er? Alex, we hebben een probleem. Wat is het probleem? Het probleem is zeg maar dat ik, ik heb mijn portemonnee vergeten. Dus ik kan baby Dennis en baby Chloe niet naar de kinderdagverblijf brengen. Kon je je portemonnee zijn vergeten, Dennis? Ja, uit de haast. Ik was al te laat wakker. Kan jij anders op ze passen vandaag? Ik weet het niet, Dennis. Ik heb wel nog veel te doen. En het is oké. Okay. Weet je, wat doen jouw kinderen nou? Gaan ze de hele dag bij de speeltuin zitten? Ze zijn heel erg lief. Hey, wil je op ze passen, ja of nee? Oh, voor deze ene keer, Dennis. Dat is goed, super. Ja? Omdat je mijn beste maatje bent. Oké, okay. Dank je, maatjes. Even kijken. Dan ga ik heel even bij de kinderdagverblijf kijken samen met jou. Oké, is goed. Doei. Goed uit. Is die meneer thuis? Ook hij staat daar. Ja. Oké, baby Blue, baby Dennis en baby Chloe. Hoi, baby Chloe. Hey, baby Dennis, niet het zandkasteel slopen. Die heeft iemand anders gemaakt. Oh, nee. Nu niet zomaar vast gaan zitten in het zandkasteel. Ga anders lekker van de glijbaan. Oh, het is hier ook koud, lijkt het. Oh, ik zou niet te veel de sneeuw staan met jullie schoentjes. Jullie hebben ook helemaal geen goede schoentjes aan voor dit weer trouwens. Oh, nee. Oh, goed zo, baby Dennis. Kunnen de sneeuw inderdaad gewoon weghalen op deze manier. Baby Dennis, geen sneeuwballen gooien. Oh, het is helemaal koud en zo, baby Dennis. Wil je niet zomaar doen? Baby Chloe. Oh, kom jij eens even heel gauw hier, baby Chloe. Oh, dit gaan we niet meer zomaar doen, oké? Oké. Wat vinden kinderen leuk om te doen? We zijn nu in een speeltuin. Zullen we anders met z'n allen een rondje lopen, jongens? Ja, vind je dat leuk? Jij ook, baby Blue en baby Chloe? Oké, dat is goed. Lopen jullie met me mee? Oké, waar gaan we heen? Hou mijn handen anders. Hey, baby Chloe, kijk eens uit. Oh, oké, jullie moeten wel een beetje...
beetje allemaal in de buurt lopen bij mij. Loop gewoon achter me aan. Ik wil jullie echt niet kwijtraken, oké? Okay? Goed zo. Loop allemaal achter Baby Blue aan. Man, een rijtje. Dan gaan we op zoek naar... waar gaan we naartoe lopen? Oh, hier is een mooi straatje. Laten we hier erin... Oh, Baby Chloe, niet zomaar buiten de groep lopen. Baby Dennis, zit hier nou weer in de plantenbak? Ik heb je gevonden, kiekeboe. Oh, jeetje. Baby Chloe, kom je ook mee? Ik weet het, het zijn hele mooie bloemen. Over bloemen gesproken, het lijkt wel een bloemenwinkeltje hier zo. Alleen ziet het er niet echt naar uit dat de bloemenmevrouw er is vandaag. Oké, weet je wat, Baby Chloe? Misschien dat we hem gewoon... Hier, kijk, alsjeblieft, Baby Chloe, maar niks zeggen. Oh, zeker niks tegen papa en mama zeggen. Oké, kom mee. Oeh, dit is... Oké, jongens. Eigenlijk mogen jullie niet zomaar dingen pakken. Maar, jullie hebben niks gezien, oké? Het is maar een bloemetje. Ah, sjoeke. Ja, wat is dat nou weer? Oh, Baby Dennis, zet op terug. Die is van de gemeente. Oh, pas op dat je niet valt. Kom voorzichtig naar beneden. Hallo? Ik heb een vraagje. Hebben jullie hier misschien een plekje waar Baby Chloe kan slapen? Chloe zit net tegen me te vertellen dat ze super moe is. Dat kan wel. Waar kan het dan precies als ik vragen mag? Ik ben Alex trouwens. Oh, aangenaam. Ik ben Pieter. Baby Dennis! Geen sneeuwballen! Zeker niet binnen! Oh, in de hoek staan! Nu! Heel gauw. Je blijft daar staan totdat ik jou uit die hoek heb gehaald. Oh, die kinderen soms. Oké, waar kunnen we Baby Chloe laten slapen? Ja, daar hier. Kom maar mee. Hierboven zijn, hierboven kan je gaan slapen en hier beneden. Oh, dat is perfect. Baby Chloe, zoek jij een mooi kleurtje uit? Is goed. Ik kom hier zo weer ophalen, oké? Doei, doei. Ik kan haar hier vertrouwen, toch? Ja, zeker. Ja, dat is perfect. Ik denk dat Baby Chloe broodjes wel lekker vindt voor als ze honger heeft natuurlijk. Kom als je me nodig hebt. Ik kom er gelijk aan. Oké, is goed. Doei. Doei. Kom maar, Baby Blue. Baby Dennis. Oh, kom maar mee, Baby Dennis. Wie is die nou weer? Heb je een vriendje gemaakt? Oh, ik denk niet dat hij mee kan, Baby Dennis. Hij zit namelijk bij het kinderdagverblijf. Spijt me, oké. Baby Dennis, Baby Blue, komen jullie mee? We waren een leuk rondje aan het maken met z'n... Niet zo bij de vuilnisbak klimmen. Oh, die Baby Dennis loopt echt alle kanten op de hele tijd. Dat is niet normaal. Maar wat hebben we hier? Baby Blue! Oh, hij loopt al naar de speeltuin toe. Wow, dit is een coole speeltuin. Oké, ik ga duwen, oké. Eerst Baby Blue en Baby Dennis. Woehoe! Oké, er zit niet al te veel beweging in die schobbels. Misschien dat jullie van de glijbaan af willen. Ik wil er ook wel vanaf eigenlijk. Wee! Dit is zo leuk. Kom maar, Baby Dennis. Oké, Baby Blue nog één keertje. Wil je ook nog een keertje, Baby Dennis? Nee. Oh, oké. Dan gaan we zo meteen weer terug naar huis, oké? Oh, Baby Dennis en Baby Blue. Het begint al een beetje donker te worden, vinden jullie niet? Ik denk dat het tijd is om naar bedje te gaan. Komen jullie met me mee? Oké, daar gaan we dan. Hallo, meneer van het kinderdagverblijf. Weet je waar Chloe is? Waar is Chloe? Oh, die is al opgehaald door Dennis en Lotte. Gelukkig maar. Oké, ik ga deze twee ook even naar huis brengen. Bedankt voor het oppassen. Geen probleem. Doei. Succes. Baby Dennis, kom Baby Blue. Gaan... Hey! Stop nou met die sneeuwballen. Jongen. Oké. We gaan jullie snel naar huis brengen. Ik hoor die Baby Dennis de hele tijd met zijn stomme sneeuwballen en zo. Ik ga het zeker tegen je papa en mama vertellen als je zo doorgaat, hoor. Oké. Zij je nu sorry zegt. Oké, die aanvaar ik. Deze ene keer, Baby Dennis. Voor deze ene keer. Oké, als het goed is, is dit dan het huis van Dennis en Lotte? Oh, het staat er ook gewoon. Het is van Dennis, Lotte, Baby Dennis. En van Chloe. Nou, dat is goed om te weten. Dennis, Lotte! Oh, eens even kijken, de deurbel gaat. Hoi, ik heb de Baby Dennis hier weer. En als het goed is, loopt Baby Chloe weer. Momentje hoor. Lotte, regel jij dat? Ja. Ik heb het... Baby Blue, kan je even bij tante Lotte naar binnen lopen? Dankjewel. Kom maar mee. Ik heb het er met Baby Dennis over gehad, maar... Ja. Hij komt de hele tijd sneeuwballen en hij gaat de hele tijd sneeuwballen te gooien op iedereen. Hoe komen allemaal kindjes in het opvanghuisje daar zo, bij de kinderopvang? Ja, dat is niet zo netjes. Ik zou dat zelf nooit doen, zeg maar. Nee, dat weet dat ik. Afleert. Hij is een beetje... Jou is een beetje... En een beetje verlegen. Dan gaat hij vervelend doen soms. Oh, ik heb het inderdaad gemerkt. Oh, ik ga tenminste weer met Baby Blue samen naar huis. Oké, dankjewel voor het oppassen. Geen probleem, Baby Blue. Hallo. Kom, we gaan naar huis, Baby Blue. Fijne dag, Alex. Dankjewel. Doei. Slaap lekker, Dennis. Doei, Alex. Doei, Baby Blue. Oh, nee. Waar is het nou? Dennis, we hebben mee wakker. Hallo? Dennis, wakker worden. Lotte, waarom schreeuw je nou zo hard? Wat is er aan de hand? Dennis. Baby Chloe, zijn weg, Dennis. Ik weet niet waar ze zijn. Ik kan ze nergens vinden. Baby Chloe. Ja, kinderen, Dennis. Die zijn weg. Oh, wacht, weg? Ja, kinderen, ja. Ze zijn weg. Ja. Wat bedoel je weg? Ik zie ze nergens. Ik was vanochtend... Sorry. Wacht eventjes. Ik heb vanochtend zo slecht geslapen. Ik hoorde allemaal geschreeuw buiten. Ze waren aan het verbouwen of zo. Ik weet niet wat er gebeurde. Het sneeuwde ook nog eens. En toen was ik nog met Baby Dennis heel even naar het sneeuw aan het kijken. Maar heb je hem wel toch... Hè?
Maar... Hoe bedoel je, heb je hem wel terug? Wat bedoel je nou? Terug in bed gestopt. Terug in bed? Hoezo? We zijn niet in bed, Dennis. Ze zijn nergens. Zijn ze weg? Ze zijn weg, Dennis. Maar waar kunnen zij dan niet? Maak een grapje, Lotte. Heb je wel goed gekeken? Hallo? Dus ik heb heel goed gekeken. Nee. Lotte, dit kan niet. Je kunt toch niet de deur open laten staan? Dus, natuurlijk heb ik dat niet gedaan. Ik weet niet waar ze zijn. Zit ze hieronder? Hallo, nee, baby Dennis. Baby Chloe. Hallo. Oh, joh. Ik vond bed. Hallo, baby Dennis. Baby Chloe. Oh, waar kunnen ze zijn? Oh, Lotte, we zijn zulke slechte ouders. Ze moeten hier wel ergens zijn. Hoe kan het nou mis zijn gegaan? Baby Dennis, baby Chloe. Lotte, de koekjes zijn wel weg. Koekjes zijn weg? Ik heb gisteravond laat, omdat ik niet kon slapen, heb ik allemaal koekjes lopen bakken hier. En die zijn weg. Maar... Dat kan niet. Ze moeten hier zijn. Dan ben ik de koekjes gevonden. Chloe, baby Dennis, kom tevoorschijn nu. Eens even kijken, zit je hier? Waar is baby Chloe? Ze zijn toch niet naar buiten gegaan, Dennis? Nee, Lotte, dat kan niet. Dat kan niet. Oh nee. Hebben we boven wel goed gekeken, Lotte? Ik weet het niet, Dennis. Oké. Hallo, baby Dennis. Lotte, kijk eens wat ik daar zie bij de plantenbak. En daar ligt hier een koekje. Baby Dennis, nu naar beneden komen. Hup, er vanaf. Waar is Chloe? Waar is je zusje? Baby Dennis, waar is Chloe? Nu zeggen, geef de koekjes hier. Die waren niet, die waren voor kerst. Oh, dat is allemaal gemaakt voor kerst. Waar is baby Chloe? Maar ik weet het niet. Zie jij hier nergens, Lotte? Ze zie je boven niet. Ze zie je beneden niet. Ze kan niet buiten zijn. Ze kan niet buiten zijn. Ze moet hier wel ergens zijn, toch? Oh, baby Chloe, waar ben je? Dennis, kom eens hier. Lotte, ik denk dat ze buiten is of zo in de kou. Dennis. Ja, wat is er? Kom eens hier. Nee, ze zit toch niet hier. Chloe, kom er eens uit. Baby Chloe, heel rap eruit nu. Het is geen badkamer. Oh, nu is je hele bakje weer nat. Moet je weer nieuw aandoen? Moet Lotte, kan jij dat even doen alsjeblieft? Kan jij even met baby Chloe naar boven? Dan ik moet even met baby Dennis spreken. Kom maar mee met Lotte. Baby Dennis, hier blijven. Hier blijven. Wat is dat nou weer? Wil je zo graag een koekje? Hoeveel koekjes heb jij gepakt, baby Dennis? Oh nee. Heb je alle kerstkoekjes gepakt? Alles! Baby Dennis, dat is niet de bedoeling. Het is allemaal voor kerstmis. Als je er eentje wil, kan je dat toch gewoon vragen? Niet meer doen, oké? Die andere mag je houden, maar niet meer doen. Beloofd? Oké, dan is het goed. Laten we maar even bij Lotte gaan kijken of alles goed gaat. En dan gaan we maar eens naar buiten. Want je wil vast heel graag in de sneeuw kijken, zeker, hè? Ik dacht het al. Je zit de hele tijd te wachten. Lotte, is het gelukt? Ja, Dennis, het is gelukt. Ik heb haar even straf gegeven, Dennis. Oké. Nou, laten we naar buiten gaan. Nou, iedereen is klaar om naar buiten te gaan. Eens even kijken. Nou, omdat het toch al, aan de koekjes is al een beetje gegeten. Hier, Chloe, heb jij er ook wat? Ik zie al wat hapjes eruit, Dennis. Hier, Lotte, kan jij deze bij je houden? Oh, ja, tuurlijk. Eens even kijken. Pak even de sleutel. Zo, eens even kijken. Nou, laten we naar buiten gaan. Oh, kom maar. Chloe, deze kant op. Ik ben hier. Baby Dennis, baby Dennis. De deur weer op slot. Kijk eens aan. Wat is er, Lotte? Wat is er? Oh! Baby Dennis, stop nou. Hou eens op, joh. Jeetje. Ophouden nu. Hey. Hey, baby Dennis. Oh, ik ga nu ook stoppen. We moeten ook een schep pakken, Dennis. Ik wil ook sneeuwballen. Baby Dennis, geef eens wat sneeuwballen aan ons dan. Ja, even kijken of je dan klaar zijn. Bent voor een sneeuwballengevecht. Oké, 3, 2, 1. Oké, waar is die? Waar is die? Waar is die? Waar is die? Hier, Lotte, hier heb jij ook wat. Oké, ik moet ook hebben. Ja, nu verstopt hem. Dat dacht ik al. Waar is die? Waar is die, Lotte? Oh, hier, pak hem. Oké, nu is het genoeg. Nu is het genoeg. Oké. Het is klaar, jongens. Het is klaar. Dat was even leuk. Ik ben hier te oud voor, Lotte. Beneden ook kapot. Oh, ik ben springlevend. Baby Dennis, baby Chloe, laten we maar eens even gaan kijken. Want de stad is er helemaal veranderd, Lotte. Allemaal kerstversiering. Zit je nou aan de zuurstok te likken? Oh, dit is nep, baby Dennis. Dit is geen echte zuurstok. We kunnen er wel eentje voor je halen bij de winkel later. Ja, is goed. Eens even kijken. Wow, Lotte, het is koud, hè, nu. Oh, we moeten echt een sjaal en een muts gaan kopen, Dennis. Het hele ijs is bevroren. Baby Dennis! Oh, nee. Hier komen we heel snel. Van het ijs af. Jongen. Niet op het ijs. Het is dan wel koud. En je ziet dan wel ijs, maar het is heel erg gevaarlijk. Baby Chloe, hier komen. Baby Chloe! Huh? Dennis! Oh, baby, wat gebeurt baby Chloe, hier nou allemaal? Luister nu naar mij, oké? Okay? Je mag niet, maar ook echt nooit alleen op het ijs gaan. Nooit. Het ijs is super gevaarlijk, baby Dennis en baby Chloe. We kunnen vragen of we een slee kunnen lenen van iemand. Baby Dennis, Chloe, kom van het ijs of nu? Als jullie op het ijs willen, dan moeten jullie samen met ons gaan, oké? Okay? Niet apart, beloofd? Oké, okay, dat is hartstikke gevaarlijk. Laten we deze kant op gaan. Lotte, ze hebben gewoon de hele stad versierd vannacht. Dat hoorde ik dus. Ik zie het. Ze zijn allemaal zuurstok hier. En het heeft ook weer echt mega veel gesneeuwd, hè? Dat is niet normaal. Jeetje. Dennis? Lotte, ik vraag me ook af wanneer die supermarkt eindelijk komt. Ja, want we moeten echt eten brengen halen nu in huis. Ja, maar wat wou je zeggen? Kijk eens op het plek.
Kleintje? Klein. Wie is er dan, Lotte? De kerstboom is gewoon versierd, Dennis. Wow! Wow! Huh? Met allemaal verschillende kleuren kerstballen. Wow, die kerstboom is ook mega groot. Oh, en baby Dennis en Chloe zijn er al meteen op aan het reden. Ja, Lotte, dit is dan letterlijk hun eerste jaar dat de sneeuw ligt, hè. Ze vinden het helemaal te gek. En dan ook nog eens de eerste keer kerstmis vieren straks. Dat wordt echt heel erg leuk. Oh, klopt. Ik ben echt benieuwd. En dan krijgen ze allemaal leuke cadeautjes. En dan moeten we ook nog wat dingetjes voor doen. Ja, dan hoop ik maar dat ze een jaar lief zijn geweest en zo, hè. Ja, dat komt vast wel goed, denk ik. Toch, baby Dennis? Ja, nou, soms heeft hij wel zijn momentjes, hè. Wil je lekker broodje, baby Dennis? Even kijken. Oh, wil geen... Waar wil je heen? Waar wil je heen, baby Dennis? Oh, wat is dit dan? Wat is dit? Wow, wat is dit voor winkel? Allemaal cadeautjes, een kerstmannenpakje. Vind je die mooi? Ja, dat ziet er mooi uit. Kerstmuts. Hier, baby Dennis. Een kerstmutsje voor jou. Oh, hier. Kijk eens aan. Die is op. Oh, hij heeft zelfs een kleine baard. Oh, dit ziet er heel erg raar uit, maar je mag hem niet houden, hè? Nee, wel teruggeven. Ja, we kunnen hem later misschien een keertje voor je halen. Maar eens even kijken, zo, ik moet hem weer terugstoppen. Zo, oké. Wat verkopen ze hier eigenlijk? Misschien dat we ergens een keer warme chocolademelk of iets kunnen halen. Ik zie Lotte, ken jij hem? Nee. Daar zit een meneer. Oh, nee. Hallo, meneer. Wacht, een inwoner. Oh, Chloe zit erbij. Chloe, deze kant op. Baby Dennis, kom maar hier even bij hallo, ons staan. Meneer. Hallo. Baby Chloe, kom maar even hier. Baby Chloe en baby Dennis. Gaan jullie nog maar heel eventjes in de speeltuin. Dan gaan we even alvast naar de kinderopvang. Niet weglopen, oké? Okay? Ja, eens hier even kijken, Lotte. Dan gaan we maar eens even naar de kinderopvang wat dingetjes regelen. Nee, gaat het met jou allemaal thuis? Prima met jou. Ah, waar gaat het allemaal goed? Hallo! Een beetje... Hallo heren! Hoe is het met jullie? Ja, bij mij gaat het helemaal goed. Waar zijn jouw kinderen? Want dit is een kinderopvang. Ik zal me even voorstellen. Ik ben Dennis. Dit is mijn vriendin Lotte. Hallo. Aangenaam. Hallo. Wat is uw naam? Ik ben Dries. Aangenaam. Dries. Gewoon heel simpel. Gewoon, ja. Oké, en je komt je kind hier brengen. Ja, mijn kindje is hier al een tijdje aan het spelen. Dit is kleine Julia. Kleine Julia! Hoi, kleine Julia! Hallo Julia! Oh, leuke hoortjes. Dat is ook zo'n lekker kerstkoekje, Lotte. Ah, ja? Je hebt die kerstkoekjes toch nog? Ja, die heb ik nog. Dries, als je niet erg vindt. Ja, niet te veel, hè, Julia? Nee, Lotte, niet te veel. Geef 2 is meer dan voldoende. Nee. Ja, is goed. Wow, er staat hier ook een kleine kerstman. Ja, ze zijn bijna even groot. Je hebt het echt heel erg leuk gemaakt hier. En heel erg mooi versierd hier bij de kinderopvang. Ja, dank je. Ja, het ziet er super goed uit. Dries, dat was uw naam, toch? Ja, Dries, ja. Woon je hier al lang? Nee, ik ben hier pas komen wonen. Oh, wat dan? Waar komt u vandaan? Welke stad? Welke stad? Ja, ken je de stad Bloemdam? Ken je die? Bloemdam zegt me wel wat, ja. Bloemdam? Oh ja, daar kom ik vandaan. Het is niet een hele grote stad, maar ja. Ik ben hier naar verhuisd omdat ik wat meer groter wou. Ik wou meer huisjes, meer winkeltjes. Oké, en hoe bevalt het tot nu toe? Oh, dat sneeuw en zo, hè? Koud hè, buiten. Ja, het is wel een beetje... Zo'n klein geel jongetje. Ik weet niet of dat je hem kent. Hij loopt hier ergens rond in de stad. En hij zit iedereen te irriteren. Ik word helemaal gek van. Ik kon daar sneeuwballen gooien. Ik wil gewoon naar mijn werk. Ik kom net mijn deur. Gelijk een sneeuwbal tegen me. Oh, baby Dennis! Baby Dennis! Oh, een momentje, Dries. Baby Dennis, baby Chloe, meekomen. We gaan naar de kinderopvang. En die sneeuwballen laten liggen, alsjeblieft. Kom op, weg ermee. Kom maar mee. Allemaal, baby Dennis. Ik zag er nog meer. Allemaal weg. En Chloe, gooien. Jij ook niet op mij, Chloe. Kom maar mee. Deze kant op. Naar de kinderopvang. Chloe, niet binnen. Gooi, oké? Dries. Oh, dat ben jij, hè? Die wat is zijn naam? Dit is baby Dennis. En dit is baby Dennis, Chloe. Dennis, baby Dennis? Ja, dit is baby Dennis. Baby Dennis. Waar gaat hij? Hij gooit allemaal modder op baby mij. Baby Dennis, ophouden met de modder. Oh, wat een vervelend kind. Hou hem hier weg. Ga maar weg. Hoe bedoel je? We zijn bij de kinderopvang. Jij neemt zo ver voor vandaag. Ja, nee, komt helemaal goed. Oké, top. Dries, kan ik jou buiten even spreken? Ja, het... Dries, wat is nou precies het probleem dan met baby Dennis? Ik snap het niet. Ja, ik kom mijn deur uit. Ik wil naar mijn werk. En goed, gelijk sneeuwballen op mij. Sneeuwballen op jou? Ja, hij is een beetje vervelend de afgelopen dag. Je moet hem onder controle houden, want dit loopt helemaal uit de hand. Ja, Dries, we zijn ermee bezig, oké? Oké, goed zo. Hoe oud is hij? Lotte? Ja? Vraagt hij. Hij is net een jaar. Ja, hij is net een jaar. Dat duurde lang, hè? Net een jaar. Nou, dan mogen jullie daar wel een handje tegen steken. Hoe bedoel je dat? Ga je nou zeggen hoe wij baby Dennis moeten opvoeden? Ik wil niet per se zeggen hoe jullie hem moeten opvoeden, maar gewoon een sneeuwbal naar een rennen persoon gooien, dat kan echt niet, maar dat moet toch ook wel een beetje wel kunnen. Dus richting kerst. Het is maar een sneeuwbal. Het was niet één keer, hè? Het was meerdere maal. Oké, Dries, ik zal het doorgeven, oké? Excuses daarvoor. Ja, dankjewel. Het komt allemaal wel goed. Momentje. Wij komen, wat zullen we zeggen, richting
7 uur vanavond. 7 uur, ja, 7 uur is wel goed, ja. Ja, 7 uur vanavond komen we baby Dennis en baby Chloe ophalen, ja. Oké? Ja, oké, is goed. Oké, doei doei, tot dan. Doei doei. Doe jij Dries. Ik zal trouwens even laten waar we wonen. Als er dan een probleem is, dan kan je komen aanbellen. Oké, eens even kijken, deze kant op. Ken je trouwens die meneer daar? Ik heb hem eigenlijk nog nooit gezien, dit stadje. Ja, ik woon hier ook pas net, maar ik heb wel de stad gewoon goed doorgekeken. Ik ken al best wel veel mensen, maar hem heb ik nog nooit gezien. Ja, ik begroet hem net en geen reactie, helemaal niks. Nou, ik weet niet. Ik weet ook niet wat hij daar doet. Hij zit een beetje alleen daar. Ja, hij zit de hele tijd een beetje te staren en dat zijn dingetjes een beetje voor zich uit te kijken. Misschien wil hij ook wel meespelen. Nou, laten we dat maar niet doen. Kom, we gaan deze kant op. Eens even kijken. Wat voor huisje heb jij dan ongeveer? Woon je daarachter of zo? Ja, ergens daarachter. Het is niet heel groot, maar het is voldoende voor mij en jullie. Duidelijk, duidelijk. En je vrouw? Waar is die dan? Mijn vrouw is nu thuis of aan het werk. Ik weet niet echt. Ze heeft pas een nieuwe baan, dus het is nog een beetje zoekend, snap je? Oh ja, duidelijk, duidelijk. Ik zal je even het huis laten zien. Dan, als je wil, kan je blijven voor een lekker kopje warme chocolademelk. Dat lijkt me lekker, ja. Maken. Als ik dan zo meteen de bovenverdieping laat zien en zo, dat jij dan even warme chocolademelk zet. Is helemaal goed, Dennis. Zoals je kan zien, dit is het huis van Dennis, Lotte en baby Dennis. Dit is wel een mooi huis. Ja, ja, het is een duur aankoopje, kan ik je vertellen. Ja. Kom maar binnen. Wow. Eens even kijken. Zo, klopt eraf. Zo. Ze zeggen, kom binnen. Ja, het ziet er prachtig uit. Zoals je kan zien hier. De woonkamer. Mooie bank. Ruime bank ook. Is ook wel nodig. Natuurlijk een super mooie televisie met allemaal geluidsinstallatie. Het is echt alsof je in een bioscoop zit. Nou, kom maar mee. Hier alle boekenkasten. Alleen, ik lees niet zoveel. Ik ben slecht in. Nou, een hele moderne keuken, zoals je kan zien. Ja, mooi. Ziet er super uit. Lotte, zit jij even warme choco? Ja, komt goed, Dennis. Kijk maar mee. Dan hebben we hier, zeg maar, het kantoortje. Hier werkt Lotte meestal. Wat doet hij voor werk? Wat doet Lotte voor werk? Lotte, die werkt bij de bank. Alleen, ja, de bank hier in deze stad. Daar gaat Lotte binnenkort beginnen. Nu nog in de onderhoud, zeg maar. Dus ze werkt vanuit huis. Dit is, zeg maar, de slaapkamer. Oh, groot dak wel. Ja, ziet er echt super uit hier. Met allemaal mooie schilderijen. Mm-hmm. En natuurlijk, wat niet kon ontbreken, hebben we later laten bijbouwen, trouwens. Nu ben ik benieuwd. In de kinderkamer, zoals je kan zien. De kinderkamer, natuurlijk. Ja, met allemaal blokken waarmee ze kunnen spelen. Werkt echt super goed. Is maar één bedje. Ja, hier slapen ze samen. Oh, oké. Maar natuurlijk, ze zijn niet zo heel groot, dus dat kan gewoon... Nee, ze passen er allebei in en ze zijn super goed bevriend. Dus ze hebben ook een soort van relatie of zo. Even tussen mannen onder ons, hè. Hoe gaat het met uw vrouw? Ja, gaat goed, gaat goed. Oké. Ja, ik zie dat ze druk bezig is. Goed werkende vrouw. Ja, ze schreeuwt wel in de ochtend heel vaak, maar dat valt niks aan te doen. Ja, ik weet het niet, ik weet het niet. Ik lig dan lekker te slapen en dan tot diep in de nacht wakker en dan, allemaal geschreeuw is op. Dus... Ik weet het ook niet. Ah, vrouwen, een raar trekje heeft ze, denk ik. Hallo, Lotte! Hoi, Dennis! Hoe staat het ervoor met de choco? Ja, die is perfect gelukt. Nou, wil je een kopje en dan... Ja, zou graag willen. Heb je ook marshmallows of zo? Of is het alleen... Marshmallows. We hebben wel koekjes. Dus, ja, ik heb toch liever marshmallows. Maar als je geen marshmallows hebt, dan maar koekjes. Oké, is goed. Oké, alsjeblieft. Eentje voor jou. Eentje voor jou. Alsjeblieft. Heerlijk. Je pakt er twee. Je hebt er zin in, hè? Alsjeblieft, Dries. Dankjewel. Eens even kijken. Nou, proost, hè? Proost erop, jongens. Op een mooie stad. Eens even kijken. Ja, ik doe rustig aan. Het is een beetje heet. Ja, laten we lekker een beetje televisie gaan kijken. Een beetje bijpraten. Dat is goed, is goed. Oké, nou, top. Wil je dat ik daar lekker tussenin kom zitten? Of zal ik even hier gaan zitten? Ja, zit daar maar. Ja, is goed, is goed. Even kijken om... Oh, het is al best laat. Ik moet nog mijn kind ophalen. En oké, ik moet snel gaan. Dankjewel voor het kopje warm chocomel. Okay, ik moet snel gaan. Hey, fijne dag, Dries. Ja, ook Dennis en Lotte. Leuk om even bij te praten. Volgende keer. Nou, Lotte, het is ook al bijna zover. Het is letterlijk 2 voor 7. Ja, ik zie het. Ik denk dat het ook maar eens tijd is dat wij baby Dennis gaan ophalen en baby Chloe. Ja, inderdaad, Dennis. Het was zo gezellig, hè? Best wel een leuke buurman erbij. Ja, leuke buurman. Gezellig. In het begin een beetje agressief, maar als je hem leert kennen, is hij wel waar. Ja. Dan is hij waardig, ja, inderdaad. Inderdaad. Het is echt ijs en ijskoud, zo wanneer het donker is. En het windje staat een beetje. Ja, het ziet er wel heel erg mooi uit, zo met die kerstboom daar. Echt super mooi versierd, Lotte. Ik moet ook echt een keer gaan schaatsen, Dennis, wanneer... Ja, ja, schaatsen, kerstshoppen, we moeten nog van alles doen, Lotte. Ja, we hebben echt nog een drukke agenda, Dennis. Ja, maar gelukkig is het nog geen kerst. Hey, fijne dag, Dries. Ja, jij ook, doei doei. Fijne dag, doei doei. Even kijken. Oh, Dries, anders lopen we samen. Ja, dat kan wel. Het is oké. Moment hoor, haal ik ze even op. Eens even kijken. Goeie avond, meneer. Goeie avond. Ik kom samen met Lotte, baby Dennis en baby Chloe ophalen. Even kijken hoor.
Oh, daar zit baby Chloe. Oh, baby Chloe, kom eens. Hoi, baby Chloe. Oh, wel even een knuffeltje geven aan Lotte. Even kijken. En baby Dennis, waar is die? Vallig. Baby Dennis was opgehaald door opa. Opa? Ja. Opa? Hoe bedoelt u dat? Hij zei dat hij de opa was van baby Dennis. Hij had u verteld dat wij baby Dennis zouden ophalen om 7 uur. Ja, maar hij zei dat hij dat moest doen. En jij gelooft dat? Ja. Huh? Hij haalt alleen baby Dennis op en baby Chloe niet. Dat is toch onzin? Dat is toch raar? Heb je ons kind gewoon weggegeven aan iemand? Aan een opa. Een opa heeft baby Dennis ontvoerd. Hij heeft hem meegenomen. Hoe bedoel je meegenomen? Niet ontvoerd. Het is niet onze opa. Die woont hier niet in deze stad. Nee. Wat gebeurt hier? Wat gebeurt er allemaal? Ik hoor allemaal geschreeuw hier vandaan. Deze meneer heeft gewoon meegenomen hier. Ons kind weggegeven aan een wildvreemde meneer. Aan een opa. Een belletje of wat dan ook. Hoe kan dat gebeuren? Ja, die man die kwam naar binnen en hij zei dat hij de opa was van baby Dennis. Ja, maar als Dennis zei dat hij hem kon ophalen, dan had hij hem erop. Dit kan niet, dit kan niet. Ja, maar hij zei dat hij hem naar binnen zou brengen. Dat kan helemaal niet. Wat? Dat moet u niet zomaar doen, toch? Wat? U moet de politie inschakelen. Wij gaan op zoek. Meteen. De politie inschakelt. Meteen een zoektocht vinden. Oh nee, Lotte. We moeten flink gaan zoeken, oké? Baby Dennis! Baby Dennis, waar zit je? U vergeet uw kind. Chloe. Kan Chloe even bij jou blijven, Dries? Ja, Chloe, blijf jij maar even bij mij. Baby Dennis! Baby Dennis, waar zit je? Baby Dennis! In de vorige video was baby Dennis ontvoerd in Blokstad. En dit is wat erna gebeurde. Oh nee, ik ben helemaal in paniek. Ik heb baby Dennis niet meer gezien. Dat is hem! Ik heb hem gevonden! Meneer! Oh, baby Dennis, je bent er weer! Meneer, waarom neem je zomaar mijn zoontje mee van de kinderopvang? Wat is dit nou weer? Nou, ik heb gewoon de verkeerde zoon meegenomen uit de kinderopvang. Hoe bedoel je de verkeerde zoon? Dit is mijn kind! Hoe kan je nou weer de verkeerde meenemen? Ben je vergeetachtig of iets? Wat is er aan de hand? Jij zegt dat je de verkeerde hebt meegenomen. Heb je ook een kleinzoon daar of zo? Ja. Ik geloof hier helemaal niks van. Ik vind het maar raar. Wat is goed met je baby Dennis? Kom maar bij mij staan, oké? Kom maar aan deze kant. Oké, meneer, het kan gebeuren, oké? Volgende keer alsjeblieft wel opletten. Je hebt letterlijk mij enorm hard laten schrikken. En niet alleen mij, ook mijn vrouw. Die is gelukkig al naar huis. Want die was helemaal in paniek. Ik zei, ga maar naar huis en ik ga wel verder zoeken. Wou u hem net terugbrengen naar de kinderopvang? Ja, ik was net aan het teruglopen. Maar letterlijk op de weg dat je naar je huis gaat, denk je niet even van, klopt dit wel? Is dit wel mijn kind? Ik loop letterlijk eerst naar huis. Ik heb uren gezocht, hè? Uren. Nee, het kan gebeuren. Heb je hem gevonden? Ja, ik heb hem gevonden. Je had hem nooit aan de verkeerde mee moeten geven. Maar hij zei dat hij dacht dat het zijn kleinzoon was. Nou, dat is dus echt niet zo. Dit is mijn zoon. Maar hij zegt dat zijn kleinzoon daar nog is. Dus dat moeten jullie oplossen. Waar is baby Chloe nu dan? Baby Chloe is daar. Naast kleine Dennis. Oh, fijn jullie weer te zien. Oké, dan ga ik naar huis. Het is al laat in de nacht. Regen jullie het maar met zijn kleinzoon. Dankjewel tenminste dat je hem ook terugbrengt. Ik waardeer het. Oké, laten we naar huis gaan. Baby Dennis, baby Chloe, deze kant op. Oh, nou is op met die sneeuwballen. Niet op vreemde mensen gooien, oké? Vinden ze niet leuk? Ik had daar gisteren al een klacht over gekregen. Oké. Baby Dennis, deze kant op. Niet over het ijs. Gewoon mij. Oh nee. Pas nou eens op. Dat is mega glad. Het is laat in de avond. Hier komen. Hier staan. Baby Chloe, niet hem na gaan doen. Hier staan alsjeblieft. Op het pad. Oké, deze kant op. Oh, eerst loopt hij met een wild vreemde mee. En dan nu zo op het ijs. Hij luistert echt. Misschien had die buurman van de stad wel gelijk. Dat hij toch een keer beter moet gaan luisteren. En dat we hem iets beter moeten opvoeden. Eens even kijken. Ik pak de huissleutel erbij. Oh, de deur is al open. Eens even kijken. Nou, laten we maar gaan, Chloe. Ga maar naar binnen. Jij ook, baby Dennis. Deze kant op. Oké, baby Dennis, baby Chloe. Kom maar bij mij mee. Ik breng jullie wel naar bed. Ik denk dat Lotte al aan het slapen is. Eens even kijken. Er wordt niet meer gespeeld met de blokken. Het is al laat. Baby Dennis, deze kant op. Hallo, naar boven. Het is al lang voorbij je bedtijd. Deze kant op. Even kijken. Stoppen met de blokken spelen. Jullie moeten naar bed. Kom op. Straks maken jullie Lotte nog wakker. Hou eens op met die sneeuwballen. Liggen. Ik doe de lamp uit en jullie gaan slapen, oké? Het is echt een lange dag geweest. Je moet me niet zo laten schrikken de volgende keer. Oké, ik ga ook naar mijn bedje toe. Slaap lekker iedereen. Oh, ik heb het hele huis omgetoverd naar kerstmis. Ik ben er helemaal klaar voor, want ik hoorde dat de kerstman in de stad was. En ik heb mezelf er ook al helemaal op aangepast. Ik heb namelijk mijn kerstpakje aan. En nu de grote verrassing. Ik ga Dennis wakker maken en straks de kinderen om zo een verrassing te laten zien. Dus Dennis, wakker worden! Dit is kerstdag, Dennis. Wakker worden! Goedemorgen, Lotte. Goedemorgen, Dennis. Heb je lekker geslapen? Lotte? Tada! Wat heb jij nou weer voor kerstoutfit aan? Wow! Dit is mijn kerstoutfit.
vindt. Hoe vind je hem, Dennis? Ja, het ziet er echt super mooi uit, Lotte. Ik heb nog geen kerstoutfit. Oh, je bent al helemaal in een kerststemming. Ja. Even kijken. Ja, sorry dat ik wat langer had geslapen. Ik had het je gisteren verteld, maar daarna sliep je meteen weer verder. Maar ik heb baby Dennis gevonden. Er was een of andere meneer. En die had hem dus meegenomen. Een opaatje was dat. Ja? Hij was een beetje vergeetachtig, had ik al door. Oh, en hij dacht letterlijk, Lotte, dat het zijn zoon was. En toen zei ik ook al van, en onderweg heb je dan niet even door van, hier klopt iets niet, dit is toch niet mijn kleinzoon. En toen, waarschijnlijk zat hij letterlijk thuis televisie te kijken, kijkt hij opzij en denkt hij, oh, dat is helemaal mijn kleinzoon niet, dat is heel wat anders. Yeah. Maar hij was wel netjes om terug te komen. Baby Dennis was erbij, niks aan de hand, dus hele vriendelijke man ook. Zijn kleinzoon, die was nog tot laat in de nacht bij de kinderopvang. Dus hij heeft gewoon de verkeerde meegenomen, het verkeerde kindje. Ik zal even de deuren dicht doen, kijk eens aan. Heb je ze al wakker gemaakt, baby Dennis en baby Louie? Oh. Ja, ik die kinderen zijn zo ontuigend, Lotte. Oh, wat gaan ze weer met die spelen? Stoppen met spelen, we gaan eerst ontbijten, oké? Okay? We hebben vandaag kerstkoekjes voor het ontbijt met een lekker boterhammetje, oké? Okay? Eerst het boterhammetje en daarna het koekje. Oké, okay, laten we naar beneden gaan. Eens even kijken. Lotte, je had de koekjes toch? Ja, ik had de koekjes gebakken. Wat is dit? Heb je een koekjeshuis gemaakt? Oh, dank je. Dan zal ik ze even uitdelen. En je hebt zelfs kerst. Wat is dit, Lotte? Dit is Dennis. Dit is een sneeuwbal. Kijk hoe mooi dit is. Oh, zo'n sneeuwbal. Dat als je één keer schudt, dat allemaal sneeuw omhoog gaat. Ja, dan springen, precies. Dat kan kapot gaan. Eens even kijken. Oké, allemaal aan de keukentafel. Waar is baby Chloe nou weer, Lotte? Oh, die is daar. Baby Chloe was hier. Eens even kijken. Een broodje voor jou natuurlijk. En een koekje. Eerst het broodje, daarna het lekkers, oké? Okay? Voor jou ook eerst het broodje, baby Chloe. En het koekje. Baby Dennis wel het broodje opeten. Oh, Lotte. Lotte, kan ik heel even spreken hier? Oh, ja, tuurlijk. Weet je nog die buurman die zei dat baby Dennis een beetje vervelend is? Dat hij allemaal sneeuwballen tegen hem gooit als hij naar het werk wil en dat soort dingetjes. Dries heette die met zijn dochtertje Julia. Ja? Ja, ik denk dat het misschien wel een keertje tijd is om baby Dennis naar school te sturen. Wat denk jij? Ik dat hij daar dat dingetjes leert, met andere mensen omgaat en dat soort dingetjes. Denk jij ervan? Ik denk dat dat echt een supergoed idee is, Dennis, want hij wordt echt heel ondeugend. Ja, en hij is een beetje ondeugend, Ja, daarom. Dus ik denk dat het inderdaad wel tijd is om hem naar school te sturen. Ik ben heel benieuwd wat jullie daarvan vinden. Laat het weten in de reacties hier beneden. Moet ik baby Dennis naar Minecraft school sturen? Ja of nee? Laat het weten. Eens even kijken, Lotte. En wat? Waar had je het nou vanochtend over? Ik sliep nog half en je zei iets met kerstman. Dennis, heb je het nog niet gehoord? De kerstman is in de stad en daar kunnen we heen als we dat willen. Is dat waarom je helemaal zo'n kerstpakje aan hebt? Dennis, ik ben al helemaal klaar voor kerstmis. Oh, ik moet ook echt een kerstpakje hebben, maar oké. Okay. Ja. Weet je wat dat betekent? Nou? Het is baby Dennis en baby's Chloe's eerste kerstmis ooit, hè? Allereerste kerstmis ooit. Ja, daarom. Hebben jullie zin om de kerstman te ontmoeten, baby Dennis en baby Chloe? Chloe, jij ook? Oh, gelukkig. Nou, laten we dan maar gaan. Ik doe even de deur van het slot af. Eens even kijken. Komt u maar deze kant op. Oké, okay, wel bij ons blijven alsjeblieft. Oké, Lotte, ik volg jou. Ja. En we moeten echt een beetje een oogje in het cel houden. Waar is baby Dennis nou weer, Lotte? Oh, baby Dennis, daar ben je een zuurstok. Lekker baby Dennis. Hoe vaak hebben we nou al gezegd dat dit echt een zuurstokken zijn? Nee, en dat is hartstikke vies. Hè? Waarschijnlijk zitten heel veel mensen daar met hun handjes aan. Dat moet je zeker niet doen, oké? Okay? Dan kun je ziek van worden. Ja. Oké, Lotte, waar had je het gezien, zei je? Je in de stad bij de kerstboom, Dennis. Volg mij maar. Oké, okay, oh, laten we eens even... Waar gaan we langs? Kom maar hier. Oké, je hebt dus een krantenartikel gezien dat in Blokstad in het midden van de stad bij de grote kerstboom dus de kerstman zou komen. Ja, precies, Dennis. En als Lotte, wat is dat nu? Ja? Gaat hij dan ook vanavond een cadeautje brengen? Wie weet, Dennis. Als je heel lief bent geweest natuurlijk. Chloe wordt weer bekogeld met sneeuwballen volgens mij. Oh, laat ze maar lekker spelen, Dennis. Want dit valt niet meer te handelen. Baby Dennis, geef mij eens wat sneeuwballen. Eens even kijken. Kijk eens aan. Ik zou maar redden als ik jou was, hoor. Oh, yes! Ik heb die meer. Dat was het. Hij heeft hem maar de 4 gegeven. Met de... Au, au. Oh, gezegd, joh. Hé, joh. Dat was geen sneeuwbal. Dat was een ijsbal. Dat mag niet. Mooie baby Dennis. Geen ijsballen. Au, au. Ja, dankjewel. Laten we die maar gewoon wegdoen, oké? Okay? Je moet een beetje oppassen. Als het baby Dennis, als het stopt met sneeuwen en dat het dan aan het ontdooien is, dan wordt het zeg maar ijsballen. Dat is geen sneeuw meer. Dat is echt steenhard. Gewoon letterlijk. Dat doet pijn, oké? Okay? Dus dan moet je daar niet mee gooien. Ook niet zomaar op rendement.
mensen, oftewel mensen die je niet kent, geen sneeuwballen opgooien, oké? Okay? Zie je dat hij wel kan luisteren, Lotte? Ja, gelukkig. Wow, ik zie al een slee! Ja, inderdaad! Ze zijn al heel benieuwd, ze rennen er al naartoe. Wow, Eert, heb je die oude meneer weer? Hallo, meneer! Even kijken, laten we hem even aanspreken. Hoi, hallo, meneer! Dit is hem, Lotte, dit is die meneer. Hallo, meneer, hoe is het met u? Ja, goed met jou. Ja, ja, nu wel goed, hè? Nu ik mijn kindje weer terug heb. Dit is Lotte trouwens, mijn vrouw. Hoi, even Lotte. Kijken. En, ja, weet je wat het was? Nu kan je wel het verschil zien, toch? Baby Dennis, kom eens hier! Baby Dennis! Hallo! Kijk, kan je nu wel zien dat dit niet uw kleinzoon is, meneer? Ik kan hier achterover. Ja, kan gebeuren, hoor. Eens even kijken. Nou, zullen we maar bij de kerstman gaan kijken dan maar? Eens even kijken. Hallo, meneer de kerstman! Ik de smee helemaal. Hallo, meneer de kerstman! Hallo, hoe is het van jullie? Goed. Oh, wat een hele cadeautjes hier. Ja, dit zijn mijn zoontjes. Dit is baby Dennis en dit is baby Chloe. Ze wouden heel graag ontmoeten, meneer de kerstman. Ja, dit is heel erg leuk. Ho, 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 ho. Heeft u niet een leuk gedichtje of zo, of iets? Of een leuk cadeautje wat ze mee kunnen nemen? Iets in die richting? Of komt dat vanavond pas, dat leuke cadeautjes? Ja, dat is vanavond pas. Ja, nee, daar moet je nog heel even voor wachten. En een gedichtje of iets? Ik weet er niet zo uit. Ja, nee. Is het de bedoeling, letterlijk, dat het rendier al kan vliegen? Baby Dennis, kom hier even heel rap vanaf. Dat zit bij het cadeau, het gedicht. Oké, wat is dat met dat rendier? Ik heb nooit een vliegend rendier gezien. Tenminste, niet in het echt. Ja, dit is een rendier en dit is Rudolf. En die kan vliegen. Wat? Kan uw kerstelf dat misschien eens voordoen? Of mogen we dat niet zien? Ja hoor, doe maar even voor, meneer kerstelf. Dan moet hij wel van de lied of, denk ik. Ja, gaan we even doen hoor. Ja. Lijkt me wel verstandig. Maar wacht eens even. Het ziet wel heel grappig. Waarom, meneer de kerstman? Ik zie hier dat dit Rudolf is en dat zei u net ook. Maar het is altijd Rudolf de Red-Nosed Reindeer. Ja, met een rode neus. Het rendier met de rode neus. Alleen, Rudolf heeft helemaal geen rode neus. Nee, dat zie je goed. Dat heeft hij vandaag niet. Hij heeft het heel erg warm. Okay. En dan heeft hij dat niet. Heb jij daar ooit van gehoord, Lotte, als je het warm hebt? Ja, ik heb er wel eens van gehoord hoor, Dennis. Okay. Nou, laat eens zien dan, elfje van de kerstman. Baby Dennis, niet erop gaan. Baby Dennis, kom heel snel naar beneden. Baby Dennis, we zorgen dat Rudolf er wel komt. Ben ik. Waar is die? Baby Dennis, stoppen nu! Baby Chloe, jij ook! Oké, baby Chloe, eraf, jongens, dit is niet voor jullie gemaakt! Nee, dit is niet heel handig. Kijk, ik kan het ook. Dus hoe kan ik het ook? Ja, daar ga ik! Wow! Wat een Dennis! Dit ziet er echt super raar uit! Ja, deze dieren, die zetten we dan op onze slee. Kijk, deze slee hier. Hij is helemaal gemaakt van goud. Mag ik ook even op de slee? Wow! Is dat de bedoeling? Ik denk dat de slee wordt meegenomen door een rendier. Dennis, we zitten letterlijk in de slee. Met de kerstman natuurlijk. Maar, meneer de kerstman, heeft u of een elfje van u? Pas op! Meneer de kerstman, ik zou daar even mee wachten. Ja, ik leg hem even hier neer. Vertel, wat zei u? Heeft u niet een leuke kerstmuts of zo voor baby Dennis en baby Chloe of een elfje? Ja, die heb ik wel. Kijk, een mooie kerstmuts voor jou. En baby Chloe dan? Ik moet even mijn kerstelf uitkijken. Oh, nog een kerstmuts. Oh, je hebt er nog één. Die is superleuk. Dat staat jullie heel goed. Dank u wel dat u even de tijd had, hoor hiervoor. Geen probleem. Dan kan je baby Chloe en baby Dennis even een stukje meenemen, alsjeblieft. Even wat vragen. Kom maar, baby Dennis en Chloe. Ja, doei. Oké, baby Chloe, je moet met Lotte mee. U komt vanavond langs, toch? Ja, de cadeautje, ja. Ik zal het even laten zien aan u maar mee. Ja, even kijken. Ik kom mee. Ziet u daar dat grijze huis daar? Ja, daar rechts. Ja, de meest rechtse huis daar. Daar moeten zijn, oké? En welke schoorsteen? Welke van de twee? Linker. Linker schoorsteen. Baby Chloe. Baby Dennis zijn heel erg dol op gele cadeautjes. En ik zag baby Dennis al heel erg kijken naar een sneeuwbol. Dus ik denk dat wel echt een heel leuk cadeautje zou zijn. Voor baby Chloe. Dat komt vast wel goed. Daar verzint u wel wat voor. Chloe houdt echt van alles. Voor Chloe bent u echt een inspiratie, meneer de kerstman. Nou, wat leuk om te horen. Nou, dan zie ik u hopelijk vanavond misschien nog. Ja. Oké, doei.
Doei. Kijken. Lotte, het is tijd om naar huis te gaan. Inderdaad. Oh, we gaan allemaal spelletjes spelen voor kerst. En dan is het zo de avond. Dan gaan we allemaal lekker naar bed. En wie weet komt de kerstman dan langs. Oké, inderdaad. Best wel glad op het dak. Oh, nee, van er vanaf volgens mij. Ja, ik val er vanaf. Oh. Wat hoor ik? We gaan gewoon de deurbel gebruiken. Het open. De deur staat open. Hallo. Hallo, is dat? Hallo. Hallo? Ja, ik had net de deur open staan. Omdat ik net aangebrande koekjes had. Maar de kerstman? Ja, hallo. Zijn we. We hebben cadeautjes voor jou. Cadeautjes? Voor jou, maar voor andere mensen hier ook. Waarom komt er niet via de schoorsteen? Lang verhaal. Ik viel van het dak af. Oh, heeft u zich bezeerd? Nee hoor. Oké, gelukkig. Waar wilt u de cadeautjes neerzetten, zou ik zeggen? Even zien. Hier bij de schoorsteen. Oh, dat is een perfecte plek. Dan lijkt het wel alsof ik door de schoorsteen ben gekomen. Dus dat is goed. Jeetje, je bent er vanaf gevallen dus. Oh, jeema. Ja, het is alsof je het dak op. Ja, maar houd het wel voor jezelf, want meestal schaam ik me daar een beetje voor. Cadeautjes. Waar zijn de cadeautjes, Kerst? Help. Plaats. Ja, goed zo. Ach, paar of niet? Is alles al op? Is dat het al? Ja, het is al op, hè? Ja, oké. Goed. Dan gaan we er weer vandoor, denk ik, of niet? Dankjewel, Kerstman. Ik zal het tegen iedereen zeggen in het huis, oké? Niet dat hij van het dak bent gevallen, maar dat hij de cadeautjes heeft gebracht. Ja, dankjewel. Nou, we gaan er weer vandoor. Op naar het volgende huis. Fijne kerstavond, Kerstman en Kerstelf. Doei. Doei, meneer. Doei. Oh, ik moet het Dennis gaan vertellen en de kinderen. Oh, die gaan zo blij zijn dat ze de cadeautjes hebben. Oh, ik kan niet wachten. Oh, en dan ga ik nu maar naar bedje toe, want ik ben echt heel moe. Ik moest echt super veel koekjes bakken. Oh, ik ben er moe van. Ik ga lekker naar bedje. En dan is het morgen een hele nieuwe dag. Slaap lekker! Een hele goede morgen. Ik ben letterlijk in slaap gevallen op de bank. Hoe kan dat? Oh nee, het is al helemaal vroeg in de ochtend. Baby Dennis en baby Chloe moeten nog naar de kinderopvang. Maar niks, ze hebben nog geen ontbijt gehad. Ik heb nog geen ontbijt gemaakt. Ik had Lotte beloofd om ontbijt te maken. Oh, ik heb nog kerstkoekjes. Oké, kerstkoekjes. Ja, dat is wel goed. Dan doen we dat maar als ontbijt. Lotte ligt ook nog te slapen. Oh, wat is dat nou? Lotte, wakker worden. Hallo! Lotte! We hebben ons verslapen. Hoe laat is het? Het is letterlijk 9 uur en ze moesten er om 9 uur zijn op de kinderopvang. Dit is al de tweede keer dat we ons hebben verslapen, Dennis. Oké, dat is waar. Ik ben letterlijk op de bank in slaap gevallen. Ik heb ook geen ontbijt gemaakt. Ik heb nog kerstkoekjes, dan noemen we dat maar. Laat ik ze snel wakker maken. Eens kijken. Baby Dennis, baby Chloe. Baby Dennis, waarom sta je hier in de hoek? Ze liggen niet in het bedje. Baby Chloe is nog aan het slapen. Chloe, wakker worden, hallo! Wakker worden! Chloe! Goedemorgen, Chloe! Goedemorgen! Baby Dennis, het is tijd dat je naar de kinderopvang gaat. Samen met baby Chloe. Dus volg mij maar. Ik heb trouwens ook wat ontbijt voor jullie speciaal gemaakt. Ik heb hier nog een kje voor jou. Een keertje geen broodje. Natuurlijk. En een vers gebakje voor jou, Chloe. Hier. Je wilt hem toch wel? Lotte, iets voor jou. Alsjeblieft. Vond je het lekker? Moet het wel opeten? Hallo? Lotte, de deurbel gaat. Eens eventjes kijken wie hebben we hier. Zo even de deur van het slot af. Hallo mevrouw. Goedemorgen. Hey, dat is baby Blue. Hoi baby Blue. Hoi, ik kom even om te zeggen dat er een open dag is bij de school. Misschien dat jullie zouden willen komen. Ja. En wie bent u dan? Ik ben de docent. U bent een docent van de school? Ja. Nou, als het goed is, brachten wij altijd baby Dennis en baby Chloe naar de kinderopvang. Maar ik heb nog nooit gehoord van de school. Jij is aangemeld, Lotte? Zijn ze aangemeld? Nee, maar dat is niet zo'n groot probleem. Heeft u één momentje, baby Dennis, baby Chloe, ga maar even kijken. Lotte, kan ik jou heel even spreken? Ja, tuurlijk. Is wel heel erg goed om ze naar school te sturen, denk ik. Ik bedoel, weet je nog die boze meneer uit dorpje hier? Ja, zeker. Ja, of nou ja, dorpje, het is echt een stad, maar hij was niet heel erg blij met baby Dennis dat hij de hele tijd sneeuwballen gooide en dat soort dingetjes. Nee. En ik had ook echt gelezen dat de kijkers ook heel erg graag wouden dat ze naar Minecraft school gingen voor een betere opvoeding, dingetjes leren, nieuwe vriendjes maken en dat soort dingetjes en vriendinnetjes. En dus ik denk dat we dit moeten doen, alleen er is wel een probleem. Wat dan? Ik heb geen geld. Daar verzinnen we denk ik wel wat op, Dennis. Ja, Lotte, ik zit al zo lang thuis. Het is echt een keer tijd dat we weer aan het werk gaan. Het kan ook niet langer. We moeten dingetjes voor het huis betalen en dat soort dingen. Okay, ja, nou ja, daarom. Dat zijn zorgen voor later. Het is nu vakantie. Ja. Maar laten we maar eens even kijken. Mevrouw, ik had een vrouw. Oh. Hey, dat zijn ijsballen, geen sneeuwballen. Baby Dennis.
les. Oh, jongen. Sorry daarvoor. Maakt niet uit. Ik had even een paar vraagjes. Ja? U zegt een open dag. Is dat omdat het nu een soort van kerstvakantie is? Want de scholen zijn toch dicht? Ja, klopt. Maar we willen altijd nieuwe leerlingen aannemen. Dus daarom is er nu een open dag. Is dat die school daarachter helemaal? Ja, dat is hem. Oh. Wow. Nee, moment hoor, ik doe even de deur dicht. Anders wordt het ook zo koud binnen. Ja. Dus even kijken. Zo, weer op slot. Zo, perfect. Nou, ik zou zeggen, laten we gaan. U heeft ook alle kindjes meegenomen. Die zitten ook allemaal bij u op school. Ja, dat klopt. En die geeft u ook les. Ja. Dit is echt mini mini. Hallo. Ja, kijk nou. Baby Chloe, die vind je leuk, hè? Oh, okay. Lekker, dankjewel. Oké, eerst even kijken. Oh, dat lijkt op een boom te springen. Laten we deze kant maar opgaan. Baby Blue, deze kant op. Maar, mevrouw, weet u waar Alex is? Want heeft Alex Baby Blue naar u toegebracht? Ja, dat klopt. Dat heeft Alex gedaan, ja. Oké, dus Baby Blue. Terwijl het kindje van Alex, die zit dus ook op die school. Oké, dat is goed om te weten. Nou, laten we deze kant maar opgaan. Hé, dit op de rand lopen, Baby Dennis. Kom op dan. Ik heb het al vaker gezegd. Dat is hartstikke gevaarlijk. Oh nee, Lotte, heb je hem ook weer. Oh. Die oude meneer. Hij is ook overal waar de scholen zeiden dat soort dingetjes. Alweer. Oh, misschien zit de kleinzoon wel op deze school trouwens. Oeh, of misschien is hij wel een leraar. Hallo meneer. Hallo. Bent u een leraar op deze school? Nee, ik kom hier gewoon even kijken. Oh, zit uw kleinzoon op deze school toevallig? Ja, dat klopt. Oh, leuk. Nou, wow, Lotte, moet je kijken. De hele school ziet er zo groot uit. Wow, echt heel groot. En het heeft ook een klein beetje kerstversiering. Superleuk is dat gedaan. Nou, laten we naar binnen gaan. Ik zou zeggen, geef hem maar een mooie rondleiding. Ja, komt goed. Baby Chloe is al helemaal vriendjes aan het maken. Ja. Wow. En dit is de binnenruimte hier zo. Ja, dit is de kantine hier ook. Oké, de kantine. En hier kan je lekker eten bestellen. Is dit waar alle kindjes zeg maar samen eten en dat soort dingetje? Ja. Baby Dennis, hier komen van de balie af. Hier komen nu. Oh. Helemaal klaar mee. En hij heeft weer eten gestolen. Baby Dennis, in waar is hij nou weer? Is hij via daar? Hij is me ook altijd te slim. Nee, dat is niet van jou. Geef dat eens terug aan die mevrouw. Baby Dennis, teruggeven nu. Anders krijg je straf. Ik tel tot drie. Jongen. 1, 2, 3. Hier komen Baby Dennis. Kom op. Hij is echt wel school, Dennis. Hij luistert meer dan jou dan naar mij, denk ik. Jij Baby Dennis, even hier komen. Ja, het is wel goed. Baby Dennis, kun je het even meer geven? Ja, ik snap wat je bedoelt. Hij is, ja, hij kan heel erg vervelend zijn soms. Mm-hmm. Ja, dat komt goed hoor. Maar dit is dus de kantine. Hier maken jullie eten. En dan is dat elke dag. En dan elke keer hetzelfde. Of allemaal verschillende gerechten en dat soort dingetjes. Elke dag hebben we gewoon ander eten. En dat zorgt voor de kantine. Oké, en dan is er ook een kok aanwezig die al het eten maakt en bereidt, zeg maar. Ja, dat klopt. Hebben jullie super goed geregeld. Oké, en dan zit hier iedereen gezamenlijk te ontbijten, te lunchen en dat soort dingetjes. Mm-hmm. Wow, dat heel klopt. Erg leuk. Nou, laten we verder gaan dan. Ja. Eens even kijken. Ik ben heel benieuwd wat er allemaal op deze school te vinden is. We hebben hier het zwembad. Het zwembad? Het zwembad? Ja. Dus hij kan ook gewoon zwemles krijgen op deze school. Baby Dennis, nog wel even aan de zijkant te blijven. Ja, even tussen u en mij. Ja, Baby Dennis zijn vader, oftewel ik, die... Ik kan wel of niet zwemmen, dus ik weet niet of hij ooit het zwembad ingaat. Oh, Baby Dennis! Baby Dennis, eruit! Gaat hij? Ik geschrokken! Geef maar gewoon aan de zijkant. Regel jij dat eventjes? Ja. Oké, maar ze kunnen hier dus zwemles krijgen. Ja. Oké, dat is heel erg leuk. En hebben jullie daar een badmeester voor of iets? Ja, natuurlijk is het nu vakantie, dus die zal wel niet aanwezig zijn. Baby Chloe, doe maar niet op de rand staan hoor. Dat is hartstikke gevaarlijk. Ik zie dat deze kindjes wel kunnen zwemmen, maar je hebt het nog nooit geleerd, hè? Eens even kijken. Wat is dat? Wat zijn dat voor knoppen? Is dat gevaarlijk of iets? Nee, dat zijn de douches. Maar die zijn nu vanwege de kou, zijn ze er afgesloten. Ja, natuurlijk. Al die, die leidingen zijn helemaal bevroren en dat soort dingetjes. Ja, precies. Oké, nee, ziet er superleuk uit. Laten we doorgaan, denk ik dan maar. Ja. En even tussen u en mij. Dat zwembad en de zwemlessen zitten bij het schoolgeld in, zeg maar. Ja, dat klopt. Oké, duidelijk. Is iedereen hier? Okay. Ja. Nou, laten we verder gaan. Gaan we naar boven. Eens even kijken. Okay. Hier hebben we de kluisjes. Oh, wat vet. Oké. Is het ook zo dat het misschien mogelijk is om een ander kluisje te krijgen? Bijvoorbeeld een roze of een gele. Ik weet dat Baby Chloe heel erg van roze houdt. En Baby Dennis is net zoals ik, geel, de beste kleur. Is dat mogelijk om te regelen uiteindelijk? Dat weet ik niet zeker. Want het is natuurlijk wel een school-eigendom. Maar ja, ik kan het ook voor jullie navragen. Oké, nee, dat is leuk om te weten. Oh, niet zomaar aan de kluisjes zitten, oké? Die zijn van andere mensen. Er zitten dingetjes in. Oké, heel erg
er goed te kunnen sieren. Tenminste, hun jas en dat soort dingetjes in doen. Ja, gaan we door naar het lokaal. Wow, dat ziet er goed uit, hè, tot nu toe. Ziet er heel mooi uit, hè? Dus het is het lokaal. Wow, oh, dus staat er op het bord staat een welkom. Met een knipoogje. Ja. Leuk. Kijk, oh, en allemaal blokken waar ze mee kunnen spelen. Oh, wat vet. Nou, ik zou zeggen, laat maar eens zien hoe zo'n les gaat dan. Dan neem ik plaats. Baby Dennis, even plaats nemen, alsjeblieft. Plaats gaan nemen? Lotte, kom jij maar hier bij mij staan. Okay. Zitten. Kijk, hier ga jij maar zitten. Heb je nou sneeuw meegenomen van buiten? Ik heb je gezegd, ophouden met die sneeuw. Geef maar hier. Oh. Mag niet in een school. Dit is je eerste dag, je moet je wel gedragen. Oké, sorry hè. Ja, maakt niet uit. Ik maak me er een beetje zorgen over, hoor. Ik wil niet dat hij meteen onze eerste dag nu al van school getrapt wordt. Oh, dan is het alvast niet gebeuren. Hij moet ook even wennen. Het is allemaal spanning en zo, denk ik. Het is lerares zo aardig is, maar anders. Ja. Oké, we kunnen beginnen, hoor. Nou, dat is mooi. Iedereen welkom. Mijn naam is Fleur. Ik ben de docent hier op school. En nou, zoals op het bord heb ik al welkom gezet. We kunnen alvast even een proeflesje rekenen doen. Dat is wel heel leuk. Oké. Baby Blue. Ja? Jij mag beginnen. 1 plus 1. Weet je dat nog? Oh, weet iemand dat wel? Misschien een van de ouders? Ja, ik weet het heel goed. Ik weet het wel, hoor. Oh, ja, vertel, hè. Misschien is het, nee, het is niet dat ik het niet weet of zo, hoor. Ik bedoel, 1 plus 1, zei u? Ja, dat klopt. Ja, nee, dat weet ik wel. Maar misschien is het leuker als een van de kinderen het zegt, toch? Toch, Lotte? Ja, zeker. Wie weet het? Ik ben er natuurlijk hartstikke goed in, maar het is leuker als hun het raden natuurlijk, hè? Ja. Misschien baby Dennis? Weet jij misschien het antwoord? Of niet? Wat was het ook alweer? 1... Dan heb je 1. En dan met je vingers 1. Baby Chloe? 3, 4. 1 keer 4. 4. 4 keer. Baby Chloe, even op je stoel zitten alsjeblieft. Je deed het door 7. Baby Dennis, jij ook van je tafel? Kom op. Ik weet het, mevrouw. Baby Dennis, op je stoel. 8 delen door 7. Heel goed. Ja. Weet je het? Ja, ik weet het. Ja, tel. Dat is een raampje. Een raampje. Een raampje. Ik kwam uit op 2. Ja, 2. Helemaal goed. Oh. Ja, ik had zo'n berekening gedaan. Dat was zeg maar 7 keer 7. Min 8. En dan dat delen door 13. Dan kom je precies uit op 2 als het goed is. Ja, precies. Ik heb op een andere school gezeten. Maar het ziet er super leuk uit. Laten we anders maar verder gaan met de rondleiding. Ik vertrouw de lessen wel, dat soort dingetjes allemaal. Zeker. Gaan we door? Leuke blok hier trouwens. Kijk, eens even kijken. Komt er maar! Zo is iedereen het lokaal uit. Ja, mogen jullie meelopen? Heel benieuwd wat we hier nog allemaal hebben. Hoi baby. We gaan naar het volgende lokaal. We hebben 2 lokalen namelijk. Het lijkt wel een beetje op Alex. Ik wil eerlijk zeggen, hij kleedt je wel precies zo. Altijd zijn lievelingskleur blauw. Je hebt ook allemaal blauw aan. Eens even kijken. Wat hebben we hier? Lotte? Ja? Het is niet echt voor jou om met de blokken te spelen, hè? Oh, ik vond het wel een mooie blok, oké? Eens even kijken. En hier geeft ze dan bijvoorbeeld taal. Ja, dat klopt. Spelling. Oh, spelling. Ja, daar ben ik ook heel goed in. Oh, ja. Dan kunnen we wel wat testen. Oh, ja hoor. Ja hoor. Even een moeilijk woord. Kom maar hoor, baby daddy. Wat dacht je van banaan? Hoe spel je banaan? Makkie. Makkie. Ja. Appel, makkie. Nee, banaan, zei ze. Oh, niet appel. Nee, oké, banaan. Ja. B-A-A-N-N-A-A-N-N. Banaan. Bijna. Nee, dat is echt helemaal verkeerd gewoon. Oh, nou, doe jij het dan als je het beter weet. Oké. B-A-N. Ja. A-A-N. Ja, helemaal goed. Supergoed. Yay. Ja, dat wist ik wel. Ik wou gewoon kijken of jij het wel wist. Doe maar de volgende. Ja, ja. Oké, volgende woord. Wat dachten jullie van een dolfijn? Ja. Oeh, die vind ik moeilijk. D-O-L-V-E-I-N. Dolfijn. Bijna. Soort van. Misschien kan Lotte je verbeteren. D-O-L-V-I-J-N. Oh, nee, was met een F. D-O-L-F-I-J-N. Dolfijn. Ja, dolfijn. Dolfijn. Okay, ja, ik vind het hartstikke leuk. Ik zou zeggen, ik wil het een en ander met u bespreken over bijvoorbeeld het schoolgeld. Wat bedraagt dat? Nu is dat ongeveer. Nou, het kost bijna niks. U heeft 2 kinderen. Ja. Baby Chloe, baby Dennis. Eigenlijk hoeven jullie alleen voor de boek te betalen. Omdat, nou, het is natuurlijk ook een basisschool. Oh. Dus alleen voor de boek hoef jullie eigenlijk maar te betalen. Ja, daarover gesproken. Ik ga heel eerlijk met u zijn. Ik ben nog momenteel op zoek naar werk. Mm-hmm. Ik woon hier net. Ik heb net een huis gekocht hier, samen met mevrouw Lotte. En ik ben er ook op zoek, maar daarna kan ik het zeker betalen. Ja, is goed. We houden de rekening gewoon open. Dat is prima hoor. Oh,
Nou, dat is al hartstikke fijn, mevrouw. Ja. Dan beginnen ze na de vakantie, toch? Na de kerstvakantie. Ja, als dat allemaal mogelijk is, dan kan dat, ja. Want dat zou perfect zijn, dank u wel, mevrouw. Graag gedaan. Eens even kijken. Lijkt het jou wat, baby Dennis, deze school? En baby Chloe, lijkt het jou ook wat hier? Oké, nou, laten we naar huis gaan. Dank u wel, mevrouw, voor de open dag. Ja, graag gedaan. Ja, heel erg bedankt, mevrouw. Kantel, dit is een topschool, Lotte. Dit is een topschool. Ja, dit is echt top, hoor. Ik ben er tevreden mee. Zwemles en dat soort dingetjes. Oh. Eens even kijken. Bij de kerstmis! Ja. Fijne kerstmis! Doei! Oké, laten we gaan. Baby Chloe, fijne kerstmis, meneer. Fijne kerstmis. Oké, nou, laten we gaan. Baby Chloe, baby Dennis, het is tijd om naar huis te gaan. Weet je wat? Het is kerstmis, dus ik zou zeggen, leef je uit! Sneeuwballengevecht! Woe! Sneeuwballengevecht! Hier, deze kunnen jullie krijgen! Oké, Lotte, ik zet warme chocomel. Ja. Ga jij maar lekker met hun in de sneeuw spelen? Laten we warme chocomel gaan zetten en lekker kerst gaan vieren. Want het is tenslotte vakantie, dus... Waarom? Jullie mogen doen wat jullie willen. Televisie kijken, filmpjes kijken, in de sneeuw spelen. Alleen wel bij Lotte in de buurt blijven, alsjeblieft. Nou, ja. Ik ga chocomel zetten. Ik doe de deur open. Doei, doei!